Goedenavond, beste Pim-kijkers. Welkom bij het derde debat van de gemeenteraadverkiezingen 19 maart. Vandaag in Broekemaatland. In het rondje langs de kernen zijn we in Marke geweest. We zijn in Ilpendam geweest. En we zijn vandaag welkom hier in het Broekerhuis in Broekemaatland. Waar we vandaag hopen een leuk debat hebben met alle lokale thema's die hier spelen. Als u kijkt, u kunt nog steeds langskomen. We hebben nog wat plekken vrij en de koffie en thee is gratis. Broek is klein, kom lang zou ik zeggen. Anders kijk thuis gezellig mee. En als eerste, voor we gaan starten, wil ik eventjes nog wijzen op het volgende. Omroep Pim die heeft een kieswijzer ontwikkeld en die is net beschikbaar gesteld op de site. Als u wil weten wat de mening is van alle partijen op allerlei soorten stellingen die hier lokaal spelen, vul de kieswijzer in en dan komt automatisch uw favoriete partij naar voren. Tenminste, dat hopen we. We gaan eventjes naar achteren. Gaan we even naar de dagvoorzitter vandaag, Robert Saal. Dag Robert. Hoi. Jij bent vandaag dagvoorzitter. Je hebt dit vaker gedaan, 4 jaar geleden en 8 jaar geleden. Ja, en ik hoorde 2 jaar geleden ook bij de Provinciale Statenverkiezingen. Kijk eens aan. Ja. Je hebt veel ervaring hiermee. Nou. Wat verwacht je vanavond? Ja, heftige debatten. Felle discussie. Er zijn genoeg onderwerpen in ons dorp die echt veranderingen met zich meebrengen. Waar de politiek echt verschil kan maken. En ik hoop dat dat goed naar boven komt vanavond. Nou, we gaan ons best ervoor doen. De zaal die mag allerlei input leveren. En we beginnen even met de voorzitter van de volksvergadering, Johan Lok. Johan, mag ik je even bij de camera halen? Ja. Dan wens ik iedereen een goed debat en dan geef ik even het woord aan Johan. Ja, het is aan mij de taak om iedereen officieel welkom te heten. Deze debatten worden georganiseerd door de volksvergadering. En dat is eigenlijk een groepje mensen uit de Achterhoede. Uit de Achterhoede van de politieke partijen. We hebben ons voorgenomen om de zoveel tijd maatschappelijk politieke thema's aan de orde te stellen. En verkiezingsdebatten die horen daarbij. Het is vanavond het derde debat, het werd al gezegd. We hebben Marken gehad, we hebben Ilpendam gehad. We noemen dit de strijd. En volgende week en de week daarna gaan we door in Monnikendam. We hopen op veel inbreng in de zaal, dat is net ook al gezegd. En ik wil nog één ding benadrukken, het zijn echt lokale verkiezingen. Er zijn echt veel landelijke politici die op dit moment zich met de verkiezingen bemoeien. Dan gaat het niet over lokale thema's. Het gaat hier vanavond echt over lokale thema's. En u kunt op deze mensen stemmen. En niet op degenen die u bij Pauw en Witteman ziet. We hopen op een goed debat. Een paar praktische punten, koffie en thee. Die is van de zaak. De andere drankjes, daar zult u helaas voor moeten betalen. En straks aan het eind van de avond staat er daar een grote bus op de bar. We zouden het prettig vinden als u daar een kleine bijdrage in zou doen om een beetje van de kosten van deze avonden te helpen dekken. Daar wou ik het nu bij laten. Ik geef de microfoon aan Robert Saal. Die zal de discussie leiden. De thema's, ik neem aan Robert dat jij die aangeeft. Ja. Oké, dankjewel Johan. Nou, hartelijk welkom. Hou er rekening mee. Alles wat u zegt wordt gefilmd, wordt vastgelegd. Dus u zult nooit kunnen ontkennen dat u een bepaalde opmerking hebt gemaakt. Dat geldt vooral voor u hier. We hebben bedacht in de voorbereiding om 3 thema's centraal te stellen. Dat betekent niet dat het daarmee gebeurd is, want er is ruimte genoeg om aan andere dingen aandacht te besteden. Maar de belangrijkste thema's leken ons de herinrichting van de N247, de bereikbaarheid van het gebied en de gevolgen voor ons dorp. Als tweede thema de toekomst van de middenstand. Er staan een paar echte majeure veranderingen te gebeuren in ons dorp, wat de middenstand betreft. En het derde thema, wat eigenlijk altijd terugkomt, bouwen, waar en voor wie. Dat weten de mensen hier achter de tafel ook, dat hebben we vooraf gemeld, dat we het in elk geval daarover willen hebben. Als u nu massaal begint te knikken van nou die keuze, of begint te schudden moet ik zeggen, van nou die keuze die snappen we niet, dan kunnen we dat nog veranderen. Dus ik kijk heel even, er is ruimte genoeg straks om ook andere dingen aan de orde te stellen. We willen het zo doen dat we eigenlijk 25 minuten, mag een minuutje meer of minder zijn, per thema daaraan besteden, inclusief een discussie met u. Zodat we aan het eind nog tijd hebben om over andere dingen te hebben. En wat er ook gebeurt, om 10 uur stoppen we. Want ik weet niet hoe u dat doet, maar als ik ga naar dit soort avonden, dan is er altijd iemand die vraagt, wordt het laat? En dan is het fijn om te kunnen zeggen, zo laat wordt het. En dat je dan ook weet dat je dan weer thuis bent. Bovendien, het wordt gefilmd en ook thuis willen we dus dat mensen op tijd weer andere dingen kunnen gaan doen. Nou, hartelijk welkom. Zeker ook welkom aan u hier. 7 partijen. De 7 partijen van onze gemeente. 4 partijen in de huidige coalitie.
die dus actief met elkaar samenwerken, drie partijen in de huidige oppositie. Dat gaat vast en zeker anders worden na de verkiezingen over 2 weken en 2 dagen. U bent alle met z'n tweeën, u bepaalt zelf wie op welk onderwerp het woord voert. Een aantal broekers zitten in elk geval achter de tafel, maar ook de mensen die niet in het dorp wonen hebben zich ongetwijfeld verdiept in wat er speelt in ons dorp. Ik heb 4 jaar geleden werd ik op de vingers getikt door u, omdat ik te lang u niet het woord gaf. Dus ik dacht, dat ga ik nu goed maken. 4 jaar later, u kent dat van die rollo-olifant. Dus ik wil graag het allereerst het woord geven aan Yvonne Gras. En de vraag aan u en die ik aan alle wil stellen is, wat is het openingsthema van uw verkiezingsprogramma en waarom is dat nou juist het eerste thema? Wat is het openingsthema van ons verkiezingsprogramma? Goedenavond allemaal, dames en heren. Het openingsthema van ons verkiezingsprogramma is in ieder geval wonen en werken in een leefbaar waterland. Met oog voor onze groene omgeving. En wij zullen deze verkiezingsronde zwaar inzetten op in ieder geval het realiseren van jongerenwoningen. Het onderhoud van het openbaar groen en de openbare gebouwen. Wij willen meer inzet op handhaving. En ik heb nog wel 12 verkiezingsitems. Maar dat is al bijna het verkiezingsprogramma. En u begint echt, het verkiezingsprogramma begint met financieel gezond. Wij beginnen met financieel gezond. Vindt u echt dat dat nu bovenaan moet staan? Nee, dat is geen toeval. Wij vinden ook dat dat echt bovenaan moet staan. De gemeente Waterland moet financieel gezond blijven. We zijn nu financieel gezond en wij willen graag die lijn voorzetten en dus ook financieel gezond blijven. Oké, nou, dank u wel. Dat even als begin. Dan wil ik doorgaan. Er zijn 2 partijen met 1 zetel in de huidige raad. De kleintjes, zal ik maar zeggen. Dat zijn de SP en D66. SP, wat is voor u het hoofdthema, het beginthema? Waar begint het volgens u? Het begint bij een eerlijke en betrouwbare gemeente die de zorg verleent en betaalbare woningen realiseert. Oké, nou, heel goed. D66, ook 1 zetel op dit moment. Gaat ongetwijfeld veranderen, maar dat vindt u allemaal natuurlijk dat het meer wordt. Wat is het hoofdthema, het beginthema? Nou, bij ons is eigenlijk wie zwijgt, die stemt toe. Maar wie met D66 stemt, die praat mee. Dus eigenlijk is bij ons heel belangrijk het overleg met dorpsraden en de stadsraad, echt de betrokkenheid van de burger met samen. Dat is bij ons een echt heel groot punt. Ook de kernradenbudgetten, dat zit er allemaal bij in. Oké, dank u wel. 2 zetels in de huidige... Nou, dan hebben we natuurlijk Waterland natuurlijk gehad. 2 zetels in de huidige situatie. Met 3 zetels, het CDA. Ik moet nog even zoeken. Ja, hier. Ook oppositiepartij. Wat is het kernthema voor het CDA dit keer? Het kernthema voor het CDA de komende periode is leefomgeving, wonen en met name ook zorg. Want de gemeente die krijgt in 2015 alle zorgtaken naar ze toegeschoven. Vanuit de regering wordt dat met een fikse bezuiniging gedaan. En wij maken ons daar eigenlijk wel zorgen over hoe dat in de toekomst moet. Dus daar hebben wij een aantal voorzieningen willen we daarover treffen. En in ieder geval zorgen dat de zorgtaken die op ons afkomen ook gewoon voor de burgers beschikbaar zijn. Oké, dank u wel. Even kijken, dan hebben we nog een partij met 3 zetels, GroenLinks. 2? Slaken jullie nou al over? Moet ik dat over 4 jaar weer goed gaan maken? Dus dat ga ik niet doen. Nee, 2. Ja, oké, nou ga je gang. Partij van de Arbeid, 2 zetels, coalitiepartij. Coalitiepartij? Maar we hebben wel een heel eigen programma, uiteraard. Wij zetten een groenere koers in dan we tot nu toe hebben gedaan. En net als het CDA... En net als de SP, hoofdthema is zorg, zorg, zorg. Want het zijn lokale verkiezingen. We hebben ook lokale thema's. Maar er komt heel wat landelijks op ons af. En wij zijn voorbereid. Oké, dank u wel. Dan toch naar GroenLinks. Ja, GroenLinks verschilt van de andere partijen. Omdat wij altijd de groenste partij zijn. Dus wij zetten ons in voor het behoud van het mooie landschap hier in Waterland waar we wonen. En wij willen geen nieuwe woonwijken en bedrijfsterreinen in het open landschap. Daarnaast kijken we ook verder dan de komende 4 jaar en willen we meewerken aan een overgang naar een veel duurzamere samenleving. Dus duurzame energie, zonnepanelen op alle daken. En we zijn niet voor niks de grootste linkse partij van Waterland. Dus we zullen ook heel sociaal zijn en zorgen dat de zorg in goede handen is. Oké, dankjewel. En als laatste, de op dit moment de grootste partij. Dat blijft ongetwijfeld ook zo, denk ik. Hè? Nee, blijft niet. Oh. De VVD, 5 zetels. Ik vergat nog even, GroenLinks oppositiepartij hè, in de huidige situatie. VVD,
de leidende, mag ik zeggen, coalitiepartij. Wat is het belangrijkste thema op dit moment voor de komende verkiezingen? Voor ons is het belangrijkste dat de inwoners de ruimte krijgen. De ruimte om te wonen zoals zij dat willen. De ruimte om te ondernemen en te werken zoals ze dat willen. De ruimte om hun geld te besteden op een manier zoals zij dat willen, met lage belastingen dus. En ook de ruimte krijgen om de zorg die ze nodig hebben op een eigen manier in te vullen. Oké, dank u wel. Hebt u hier verrassende dingen gehoord? Thema's waarvan u dacht, nou, dat verbaast me nou dat deze partij nou juist dat thema bovenaan zit? Of is het eigenlijk wat u wel zo'n beetje had verwacht? Geen grote verrassingen? Tot nu toe is de politiek nog voorspelbaar. Drie thema's hadden we gezegd. Het eerste thema waar we mee willen beginnen, de N247. De Broek, de weg die ons dorp Broek al, ik geloof 40, 50 jaar of misschien nog wel langer, doorsnijdt. Erg actueel nu. Er zijn veel gesprekken, onder andere in dit gebouw geweest, maar dan twee zaaltjes verderop. Met mensen van de provincie, waarin de verschillende opties zijn besproken. Er zijn de contouren van de plannen nu bekendgemaakt. Dat leidt tot veel discussie in het dorp, dat weet u ongetwijfeld. Is dit nou goed, is dit nou niet goed? Is er iemand in de zaal die in, laat ik zeggen, één minuut, even heel snel en heel kort, die essentie van de plannen die nu voorliggen zou kunnen presenteren? Zonder daar meteen een hele, hoeft niet meteen stelling te nemen, maar gewoon even heel sec. Dit ligt er nu voor. Wie zou dat kunnen zeggen? Neem ik, ja? Pardon meneer, ik kom even bij u, want ik heb hier de microfoon. Misschien wilt u even uw naam zeggen. Mijn naam is Willem de Vries. Ik ben lid van de dorpsraad. En in die hoedanigheid hou ik me bezig met bereikbaarheid Waterland, het programma. Ja, waar het eigenlijk om gaat, wij zijn heel erg verrast opeens door het gegeven dat de provincie toch iets wil gaan onderzoeken wat we eigenlijk hadden afgewezen en wat we niet willen met z'n allen. En dat is een derde baan, een busbaan, extra busbaan, door Broek heen leggen. We denken dat het probleem niet oplost. En wij willen eigenlijk een heel andere maatregel voorstellen. Maar daar komen we misschien later wel op. Oké, dus u zegt eigenlijk op dit moment, als je in één zin dat plan zou moeten weergeven, dan is dat een derde baan, een busbaan door het dorp. Eens even kijken, nou, voor wie is dat nou? Ja, meneer de Boekhorst, bijt u het spits af. Wat vindt u hiervan, van dit plan? Wat is de rol die de lokale politiek daarbij zou kunnen spelen? Ja, ik wil er eerst op wijzen dat wij natuurlijk als lokale partijen heel erg alert zijn op dingen die gaan gebeuren. Ik denk dat, ik wil mezelf niet op de schouder kloppen, want ik zit niet in de campagne om beste gemeenteraadslid van Nederland te worden. Maar ik heb op een gegeven moment een stuk geschreven op Groot Waterland als een reactie op dit initiatief. Gelukkig heeft toen de dorpsraad dat ook gelijk opgepakt eigenlijk. Er is toen een hele discussie ontstaan en die discussie woedt dus nu in het dorp. En we hebben dus al heel gelijk, of gelijk eigenlijk, een stellingname ingenomen zonder verder nog daarover te dubben eigenlijk. En we hebben gewoon gezegd, die busbaan is niet alleen een oplossing voor iets. Er is geen probleem, dus die busbaan is helemaal niet nodig. Vooral niet op het stuk tussen de afslag Eilandweg en dan de bushalte in Broek en daarna Broek weer uitrijden. Dus als je de busbanen al wil gaan verleggen, dan zou dat in de Broekemeer kunnen zijn, waar dan misschien wel wat problemen zijn, maar beslist niet in Broek. U refereerde aan die twee bijeenkomsten die hier geweest zijn. Vanaf het begin af aan hebben wij al de mening gehad dat we eigenlijk een beetje, ja, gebruikt is een zwaar woord, maar dat we eigenlijk wel op een dwaalspoor werden gezet al door die bijeenkomsten van we gaan de tunnel doen, nou, dan wordt het veel mooier en dan zijn jullie allemaal blij. Maar op de achtergrond speelde natuurlijk al lang het onderzoek van die vrije busbaan. En wij wijzen hem dus pertinent af. Dank u wel. U refereerde al even aan de wedstrijd voor het beste raadslid van Nederland. Er is iemand die wel, dus dat is natuurlijk altijd een mooi bruggetje. Dank u wel. Die wel meedoet aan die wedstrijd, Laura Bromet van GroenLinks. We gaan het niet over die wedstrijd hebben, maar reageert u eens op inderdaad dat punt. Tenzij u zegt, nou, dat wil ik nou juist niet doen. Ja, ik ga mijn collega Jaap hier uit Broek en Waterland. Oké, nou, dat is ook goed. GroenLinks graag. Ja, het project Bereikbaarheid Waterland is al gestart in de periode dat ik nog wethouder was. En het ging over twee dingen. Het ging over het bevorderen van zowel het autoverkeer als het openbaar vervoer. En ik heb toen meteen de stelling betrokken, openbaar vervoer prima, autoverkeer niet.
Want de leefbaarheid in de kernen, het speelt namelijk ook op de N235. Ilpendam en Watergang hebben de leefbaarheid in de kernen is cruciaal. Ik ben het met Waterland natuurlijk eens dat de busbaan geen oplossing is. Het is nu zo dat als je in de spits de weg op wil vanuit deze kant van het dorp, dan ben je blij dat er af en toe een bus komt, want dan kan je er tussendoor. Als er een busbaan komt en al het verkeer rijdt door, dan heb je weer de verkeerslichtinstallatie nodig om überhaupt de weg op te komen. Dus ik ben het ermee eens. Die busbaan moet er niet komen. Wat je wel moet proberen te realiseren is de verbreding van de voetgangerstunnel. Want ook dat is toen op die avond hier ter sprake geweest. Dus een categorisch nee tegen het plannen niet. Je moet tactisch opereren. De voetgangerstunnelverbreding moet je zien binnen te halen. En als er hier of daar verder een verbetering voor het openbaar vervoer kan worden gerealiseerd, zijn wij daar hartstikke voor. We gaan naar de SP. Ja, dank. Want iedereen zegt, ja, die busbaan hoeft niet. Maar ik hoop dat iedereen wel denkt dat die busbaan tussen het Schouw en Broek en Waterland er moet komen. Er ligt nu een busbaan, maar eigenlijk de verkeerde kant heen. Ik ben zo'n busreiziger. Elke middag als je vanaf het Schouw komt, waar de file nu een stuk minder is, dan sta je voor Broek en Waterland met de bus in de file. En ik ben het met meneer Wortel eens dat we het openbaar vervoer moeten bevorderen en niet het autoverkeer. Dus ik denk dat er... kom er rustig bij, Erik. Gezellig dat je er bent. Dus ik denk wel dat de busbaan tot aan Broek in Waterland er moet komen vanaf het Schouw. Alleen niet de busbaan Broek in Waterland binnen. Ik denk dat de Broekers terecht niet willen. Ons uitgangspunt blijft nog steeds een verkeerstunnel door Broek in Waterland heen. Wat volgens mij door 98% van de inwoners van Broek in Waterland gedeeld wordt. Waar vind je dat nog dat de inwoners zelf voor een tunnel zijn? Maar ik ben bang dat de provincie hier de grootste betaler is en dat die daar niet voor gaat kiezen. Dat vinden we heel jammer. Ik heb wel met onze statenfractie erover gesproken en die hameren daar ook in Noord-Holland op. Maar dat is geen succes natuurlijk. Meneer Wortel heeft wel gelijk met het voetgangerstunnel die gewoon sociaal veiliger moet, breder moet, lichter moet. Dus wij zijn absoluut voor een busbaan vanaf het Schouw. Alleen dan met een soortgelijke constructie als de andere kant het dorp in. Dan met een verkeerslicht dat de bus voorrang heeft. Oké, dank u wel. Ik ga even naar het CDA. Ja, er is al veel gezegd. Het CDA ziet ook niet 1, 2, 3 een busbaan zitten. Als het al als plan wordt geponeerd, dan zou dat ook zichtbaar moeten worden gemaakt aan de bewoners. En dan zouden die daar zelf van overtuigd moeten raken. En dat draagvlak, dat is er niet. CDA is ook duidelijk een voorstander van een duidelijke verbetering van de fietser- en voetgangerstunnel. Die is niet geheel meer van deze tijd. Ik maak er zelf regelmatig gebruik van. En ik sluit me ook wel aan bij de eerdere opmerking dat er eigenlijk binnen Broek natuurlijk niet echt een probleem is met het busverkeer. Het is natuurlijk zo dat Broek een doorvoerhaven is voor forensen. Het is al vrij zuur dat er een enorme lijn met auto's heen en weer rijdt door het dorp. Maar dat hoeft niet te betekenen dat dat nog verder zeg maar, de leefbaarheid van Broek gaat verslechteren. Oké, dank u wel. Dan zijn er eigenlijk, ik maak even de tussenbalans op, 4 partijen nu die eigenlijk allemaal zeggen het plan wat er nu ligt is een slecht plan. Die busbaan, dat hoeft niet. Als er al een busbaan komt, dan zou dat in plaats van de busbaan in de Broekermeer moeten liggen, dus aan de andere kant. Dus dat lijkt mij de gouden kans voor ofwel D66 of de VVD of de Partij van de Arbeid om zich op dit punt te profileren en een helder ander standpunt in te nemen. Nou, VVD. Ik zou er wel wat over willen zeggen, want er wordt nu uit de losse pols een studie afgeschoten. Kijk, het gaat erom dat de provincie nu een aantal dingen aan het uitzoeken is. De provincie is echt helemaal nog niet zo ver dat ze dingen wil gaan uitvoeren. Ook de bewoners krijgen daarin nog een rol. Zover ik weet is het zo dat het niet gaat om een busbaan helemaal van voor tot achter de Broek in Waterland. Maar door een soort van uitvoeg- of invoegstrook die dan wordt doorgetrokken. Zodat het verkeer, dat er minder in- en uitvoegend busverkeer is. En dat is natuurlijk wel degelijk een oplossing. Of in ieder geval prettig voor Broek in Waterland. Want het verkeer stroopt nu heel erg op in Broek in Waterland. Iedereen weet dat verkeer dat steeds moet stoppen en optrekken, dat stoot veel meer schadelijke stoffen uit. En dat is natuurlijk wel degelijk een probleem voor Broek en Waterland. En het is zeker niet de bedoeling om van Broek een racebaan te maken. Maar ik denk dat we wel open moeten staan voor oplossingen die goed zijn en voor Broek. Hè, als het verkeer daardoor stroomt, is dat goed. En ook natuurlijk voor de kernen die er nog achter liggen, Marken en Monnikendam. Ik denk dat er niemand is die slechter wordt van autoverkeer dat beter doorrijdt. Want het is volgens mij ook heel goed voor het openbaar vervoer.
Volgens mij is het zo dat de maatregelen die nu in beeld zijn, die zijn goed voor wat goed is voor het OV is ook goed voor de auto. En wat goed is voor de auto is ook goed voor het OV. Dus volgens mij moeten we even gewoon kijken, wat komt er nou uit die studies? Kunnen we de plannen nog een beetje aanpassen of inderdaad afschieten? Dat vind ik ook geen probleem. Maar laten we even kijken wat er echt uitkomt en wat echt goed is voor Broek en wat echt goed is voor Waadtland. Dat moeten we niet zomaar op een achternamiddag hier afschieten. Okay, mag u wel. Ik hierop reageren? Ik ga even nog naar de Partij van de Arbeid. Ja, we hebben ook niet zo'n afwijkend standpunt, eerlijk gezegd. Erg verbreden in Broek, dat kan natuurlijk bijna niet. Wat ik mis in deze discussie, want het is natuurlijk een totaalstudie van hoe krijg je nou dat gebied van boven Monnikendam en uit Purmerend, niet te vergeten, via het westen naar Amsterdam. En dat is ook een belangrijke optie. Het gaat niet alleen maar allemaal door Broek. En daar kunnen wij hier niet over beslissen. Maar over Broek kunnen wij ook niet beslissen. En ik heb daar eerlijk gezegd wel goede hoop. Want daar wordt verbreed, heb ik begrepen. Maar dat vraag ik even aan de wethouder. Nou, het klopt dat inderdaad ook aan de kant van de A7 er steeds meer verkeer omgeleid wordt. Ook de verdubbeling van de tunnel aan die kant. Dus inderdaad, het is de bedoeling dat er meer verkeer wordt omgeleid. Dus dat er minder over de N247 gaat. En dat is natuurlijk ontzettend goed voor Waadtland. Okay, dank u wel. Voordat ik naar de zaal ga, wil ik graag D66 het woord geven. Het is al wel bizar dat we nu 22 jaar later zijn dat we bezig waren met een tunnel. En we zijn nog steeds met die rare tunnel bezig, die er nooit komt, hoor ik net. Wat me trouwens opvalt is dat met name de VVD, die verdedigt heel sterk de provincie, maar daar zijn we hier niet voor. Hè? We zitten hier voor Broek. En ik denk dat de leefbaarheid van Broek in het geding is. En dat is al heel lang in het geding. Die weg is een... Ja, natuurlijk doe ik dat. En anders mist u mij natuurlijk in het geluid. Wij worden voortdurend belaagd door verkeer. En ik denk dat de oplossing niet zit in die in verbreding van een baan met een bus voor een bus. Want die bus die gaat wel. Dat stoplicht stopt en die bus die rijdt door. Maar aan de andere kant is het zo dat wij, en dat is ook al 22 jaar oud, en dan denk ik dat het is toch raar dat daar nu weer een studie van gedaan wordt. We hebben toen gepleit voor een weg ten noorden van Purmerend, die is er ook gekomen. We hebben gezegd van hou nou dat verkeer uit Volendam eens gewoon tegen. Gewoon een stoplichtje zetten op de N247, dat ze die andere route rijden. Nee, dat kon niet, want de Koentunnel was zo'n probleem. Nou, die Koentunnelproblematiek is voorbij over een paar maanden. En dan denk ik, de provincie heeft ongetwijfeld een mooi adviesbureau ingehuurd om dit uit te zoeken. We moeten hier gewoon niet aan beginnen. We moeten zorgen dat het verkeer afneemt. En dan hebben die bussen ook vanaf de andere kant, ook die flauwekul met die nieuwe busbaan, allemaal flauwekul. Die hebben we helemaal niet nodig, want het gaat van twee kanten. Het verkeer moet gewoon, het autoverkeer moet een andere route krijgen. En dat is volgens mij al 22 jaar het standpunt wat hier in Broek heerst. En zoals Gabi net al zei, wij blijven toch heel erg meedenken met deze bevolking van het dorp. En dat zou het belang moeten zijn dat wij als gemeente zouden moeten behartigen bij de provincie. In plaats van het behartigen van het belang van de provincie. Dank u wel. Wie wilde reageren op wat hier gezegd is over dit onderwerp? Johan Oskam, geboren Broeker en niet eens met iedereen. Ik vind het van de zotte dat we geen twee auto's tegelijk over de brug hier kunnen krijgen. De hefbrug die hier nou al zo'n eeuwigheid ligt. En als je spiegel niet uitkijkt, rij je spiegel eraf in een vrachtwagen. Als die brug niet verbreed wordt, we hebben nu de gelegenheid. En we hebben nu ook de gelegenheid om weer de bus een beetje erbij te voegen. Broek leidt er echt niet onder. En alleen Broek bestaat niet op de wereld. Er bestaan ook nog een heleboel andere plaatsen achter. We zitten hier op een unieke plek. We zitten hier op 8 kilometer van een hoge snelheidslijn die door heel Europa rijdt. We zitten 15 minuten van Schiphol af met de auto. Ik begrijp niet dat wij niet ietsje een paar sprietjes in kunnen leveren voor een normale busbaan. Spijt me zeer. Dank u wel. Ja. Meneer de Boekhorst. Ja, ik wou hier toch even natuurlijk op reageren. Kijk, allereerst ben ik heel blij dat de SP mijn stukje op Groot Waadtland had gelezen. Want daar, heb had, ik nog niet, hoor. Want daar had ik gerefereerd aan de busbaan in de Broekermeer. En er hoeft geen nieuwe busbaan in de Broekermeer. Het gaat er alleen om dat die van de ene kant naar de andere kant verlegd wordt. Want 's morgens is er helemaal geen probleem met de bus. Dus je zou die busbanen gewoon even kunnen verleggen. En dan heb je daar wel doorstroming. Ten tweede, toen ik dit stuk geschreven had, toen kregen we al die reacties van mensen uit Volendam, Edam, Horen. En dat kunt u nog nalezen, waar een hele hoop kritiek was, hè, van Broekers. Ja, Broekers denken alleen aan zichzelf. Maar
Als ik dan ook luister naar onze huidige wethouder, dan denk ik, ja, u praat over het OV, u praat over auto's, maar u praat niet over de bewoners van Broek. En dat mis ik toch wel. En u wil ik even aan refereren. U bent ook geen grote vriend van het OV, want in een van de stukken over een bijeenkomst die u had, staat onder andere dat de Waterlanders, in de gemeente Waterland, geen OV-gebruikers zijn. En dan denk ik, ja, dan schiet u uw doel toch een beetje voorbij. Natuurlijk, mag ik even het afmaken? Dank je. Nou, nee. Waarheid had. Ik ga even door naar meneer Kools. Goed, allereerst, ik heb nog nooit gezegd dat Waterlanders geen gebruikers zijn van openbaar vervoer. Sterker nog, de concessie die hier wordt gedraaid, dat is een van de best gebruikte OV-concessies in heel Nederland. Het kruispunt bij het Schouw is, geloof ik, zelfs het drukste kruispunt voor OV in heel Nederland als het gaat om bussen. Dus dat zou onzinnig zijn om te zeggen, dat heb ik niet gezegd. En als het gaat om de belangen van Broek, volgens mij heb ik net duidelijk gemaakt dat ook Broek en Waterlanders zelf, Broekers, niet gebaat zijn bij verkeer dat maar opstroopt ter hoogte van het dorp. Want dat is niet goed voor de luchtkwaliteit. En als hetzelfde verkeer, want er komen echt niet meer mensen wonen hoor in Edam, als hetzelfde verkeer beter doorloopt door het dorp, is dat dus ook goed voor Broek en Waterland. En dat moeten we gewoon onderkennen. Nou, dan moet u dus goed gaan kijken waar die verkeerslichten staan. Die staan net buiten de bebouwde kom. Dus het verkeer in Broek stroopt helemaal niet op. Elke keer dat is dus eigenlijk het punt. Nog even naar die meneer die zei van die brug iets wijder. Het is natuurlijk fantastisch dat je die brug gaat verwijden. Ik rij zelf voor een touringcar. Nou, ik ben mijn spiegel nog niet kwijtgeraakt. Maar als je die brug gaat verwijden, neemt het... Maar goed, als je die brug gaat verbreden, loop je wel het risico dat de snelheid door het dorp daardoor weer toeneemt. En juist bij die besprekingen die we hebben gehad hierachter, was één van de voorstellen om een knik in de weg te maken om juist de snelheid uit het verkeer te halen. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. We kennen er eentje bij Ilpendam, geloof ik. Hè? Zo, tussen Ilpendam en Purmerend, zo'n knik. Mag ik een misverstand? Ik wil even, want er is een meneer in de zaal die graag wil reageren. Ja, ik ben Jeroen Hoeksma. Ik heb een vraag aan de VVD. Ik maakte twee keer een opmerking nu over opstropen van verkeer. En dat nadelig is voor de luchtkwaliteit. Als je de weg gaat verbreden voor meer auto's toegankelijk gaat maken, dan wordt het voor de bewoners in Broek wordt het lastiger om de weg op te komen, wat nu al een probleem is. Hoe ziet u dat? Hoe gaat u dat doen? Door een stoplicht te plaatsen voor de bewoners die in Broek wonen aan de noordkant de weg op te laten gaan. Richting Amsterdam, richting Volendam. Moeten ze er tussendoor met een stoplicht? Als met een stoplicht moet, bij een bredere weg, met meer auto, meer verkeer. Hoe gaan die auto's stoppen? Gaan ze stoppen? Krijg je er niet juist veel meer stoppend, optrekkend verkeer? Nou, de vraag is helder, denk ik. Hoe ziet u dat? Ja, kijk, wat ik net al probeer aan te geven, is dat de maatregelen die nu in beeld zijn bij de provincie, dat zijn dingen die gewoon bestudeerd worden. Dus ik kan natuurlijk wel uit de losse pols zeggen, ja, het wordt een stoplicht en die staat 3 seconden op rood en dan weer 3 op groen. En dat zou natuurlijk heel onverstandig zijn. Waar het mij om gaat, is dat we openstaan voor oplossingen die goed zijn voor Broek en Waterland, die goed zijn voor heel Waterland en misschien ook wel goed zijn voor de regio. En als u het me niet kwalijk neemt, ga ik dus niet zeggen of daar een stoplicht moet komen. Dat hangt helemaal af van de oplossing die nu wordt uitgewerkt. En ik begrijp dat u er heel nieuwsgierig naar bent. Maar dat is iets wat we op dit moment allemaal nog niet weten. Dat is toch raar dat je als gemeentepolitiek niet weet. Meneer Van Mark, ik kom zo bij u, maar ik wilde even naar Jacob Kers. Ja, want inderdaad, dit is de fase dat wij als gemeente Waterland wel onze inbreng daarin moeten leveren. En als we het gaan afwachten, ja, dan zijn we echt te laat. En meneer de Boekhorst, die zegt dat ik zijn stukje heb gelezen, dat ik met goede plannen kom. Ik kan tegen Waterland natuurlijk zeggen dat andere partijen ook best wel eens goede ideeën kunnen hebben. En dan hoeft Waterland natuurlijk niet altijd te doen alsof het hun idee was. Want D66 en SP zijn de kleine partijen inderdaad, maar het Calimero-gedrag zit bij Waterland natuurlijk. Meneer Van Maurik, D66. Ik mis daar even de laatste. Maar kijk, weet je, we kunnen studies maken zoveel we willen. Hè? Die worden voortdurend gedaan. Maar het is maar één ding wat echt werkt. En dat is minder auto's door het dorp. Zo simpel is gewoon de wereld. En dan denk ik, jezus, we wachten toch aan onderhand wel een keer een visie hebben op deze manier van werken. Of van rijden hier in Waterland. Dat geldt niet alleen voor Broek, maar voor Broek in het bijzonder. Want hier gaat wel enorm hoeveel het verkeer doorheen. 2400 in de spits per uur. 2400 auto's. Toevallig heb ik ook eens een keer een studie mogen doen voor de provincie Noord-Holland. Want die heeft nog een beetje geld, zoals je weet. Maar het heeft in wezen geen enkele betekenis naar de toekomst. Dat durf ik nu al te stellen. En het blijven verdedigen van, ja, we moeten en de busbaan en het autoverkeer, dat lost helemaal niks op. Het autoverkeer moet gewoon terug.
Dat is volgens mij het enige wat werkt. Het probleem bij de wortel aanpakken, zegt u. Dat bedoel dus, ik. Maar dan ga ik kom toch zo meteen wel bij me door. Maar ik ga eerst even naar het CDA. Ja, er wordt erg gesproken over het wel of niet doortrekken van die busbaan. Maar er ligt natuurlijk nu inderdaad een plan, zoals de VVD zegt, voor ongeveer 50 miljoen is er beschikbaar om alles onder handen te gaan nemen, het grote onderhoud. Die brug is natuurlijk inderdaad een probleem. Je ziet meerdere malen dat groot verkeer dat elkaar tegemoet rijdt moet wachten op het tegemoetkomende verkeer, of het nou een vrachtwagen is of een bus of wat dan ook. Maar laten we vooropstellen dat alle plannen die dus nu gemaakt worden, en dat is vernieuwen van de brug, het verbeteren van de fietstunnel, het wel of niet doortrekken van die hele busbaan en eventueel ook nog die aanpassing van die kruising. Dat zijn allemaal dingen die moeten worden neergelegd. Er moet een prijskaartje aangehangen worden. En als we dan vervolgens pas in een heel laat stadium de bewoners hier kunnen laten zien wat kost en wat we daarmee gaan doen, dan is dat, denk ik, het paard achter de wagen spannen. En dat moeten we niet willen. We moeten dus zorgen dat de provincie, die hier de lead in heeft met de stadsregio, ervoor zorgt dat er duidelijke plannen liggen, met duidelijke opties, waar de bewoners hier inzichtelijk maken, visueel, dus ook kunnen zien wat de oplossing is. En ik denk dat het geen zin heeft om hier vanavond enorm voor of tegen dingen te zijn die nu nog niet concreet zijn. Maar laat de stadsregio en de provincie nu maar concreet maken wat het is. En voordat de besluitvorming plaatsvindt, hier de Broekers en de direct betrokkenen in Waterland daarover beslissen. Oké, dank u wel. Er is een vraag uit de zaal, kom ik zo. Dan ga ik eerst even naar GroenLinks. Willen jullie nog reageren op wat er gezegd is? Wilt u nog reageren op wat er gezegd is? Ik ben het wel eens met D66 dat je het autoverkeer moet terugdringen. Een stopbord neerzetten, dat helpt natuurlijk niet. Hè. Dus dat betekent dat we moeten pleiten voor inderdaad verbreding van de N244. En zeker niet moeten instemmen met maatregelen die het vergemakkelijken om door het dorp te rijden. En wat ik mis, kijk, in ieder geval in mijn tijd zat je als wethouder in de stuurgroep en kon je daar je invloed ook ambtelijk uitoefenen. En dat mis ik, of het is de inbreng die de wethouders net gaf, van vindt alles maar goed, hoe meer er maar doorheen kan. Dat is volgens mij niet de goede weg. Dus inderdaad, minder autoverkeer, dat is de oplossing. OV eerder stimuleren dan afremmen. En vergeet die voetgangstunnel niet. Maar die zei wel even erbij, verbreden van de N247, dat is helemaal niet nodig. Omleiden van het verkeer. Zei N244. Oh, sorry, verstond ik even niet. Ik wil even nog de Partij van de Arbeid de kans geven. Willen jullie nog reageren, want of ga ik naar de zaal? Nou ja, ik ga dan zeggen wat ook iedereen al zegt, maar ik wil het toch gezegd hebben. Het is wel degelijk belangrijk dat je als Waterland je stem laat horen. En ik vind het ook te weinig ambitieus om dan te zeggen, nou, er is een plan en we volgen dat plan en dat komt dan wel. Want we zijn een groter geheel en Broek moet niet het België van Noord-Holland worden. En dat is het op dit moment een beetje. Broek is voor mensen die daarboven wonen, en daar hoor ik ook bij, een bottleneck. Nou, Broek is meer dan een bottleneck en Ik wil de wethouder dat toch ook wel vragen om dat serieus te nemen. Nee, u weet best wat ik bedoel. Dank u wel. We gaan even naar iemand in de zaal. Mijn naam is Van Doorn. Deze discussie doet me herinneren aan zo'n 20 jaar geleden. Toen is er een wit boek verschenen. Ik zou alle raadsleden willen adviseren, lees dat nog eens door. Daar heeft ook toen de zelfstandige gemeente Broeken-Waterland alles de revue laten passeren. Toen was ook echt de tunnel eigenlijk een ultieme oplossing. Hij wordt nu ook alweer gesproken en dan zegt, er is geen geld. Ik zou zeggen, blijf sparen. Want er komt een moment dat het gewoon echt nodig is. Want in die tussentijd is dat verkeer wel zoveel toegenomen. Neem alleen, en we hebben een beetje te maken met de recessie, maar als Baansteen Noord werkelijk zeg maar volgebouwd is, verwacht niet dat die vrachtwagens, en daar komen distributiecentra, dat staat nu al in de planning, dat die echt helemaal de andere kant op rijden via de Koentunnel. Vergeet dat. Ten aanzien van de brug, ja, je zou bijna zeggen, de mensen voor ons hebben daarover nagedacht, want die hebben in die weg een chicanes gemaakt. Dat heet een chicanes. Ik woon zelf op de Broekenmeerdijk en daar hebben ze ook versmallingen gemaakt om dat verkeer te drukken. Dus elke vorm van verbreding van die brug betekent meer snelheid, meer onveiligheid. Kijk eens naar het witboek, dat is mijn advies. Ik wou eigenlijk, tenzij u nog
hier opmerkingen over wilt maken in de zaal, wil ik dit... Ja, ik heb u nog één bijdrage gedaan. En dan is dat de laatste. U bent ook begonnen, dus dan is het, ja, is het mooi rond. Nou, heel fijn, dankjewel. Ja, we zijn eigenlijk met elkaar toch wel eens dat de tunnel gewoon de ideale oplossing is. Dat werd zojuist ook nog even gezegd. En een ondertunneling dan door van de N247 onder Broek doorleiden. Dan is de hele problematiek van de voetgangerstunnel, die is eigenlijk overbodig geworden. Hoeven we niet meer over te praten. Gaat het niet meer over. Hoeven we ook niet meer over de brug te praten, de vernieuwing van de hefbrug. Dat is allemaal niet meer nodig, want het verkeer, het doorgaande verkeer, gaat door een tunnel door Broek. We lossen een heleboel problemen in één keer op als we die tunnel gaan nastreven. Het is een kwestie van geld, dat begrijp ik. Maar laten we dan zorgen dat we genoeg geld krijgen om die tunnel te leggen. En dan zijn we van een heleboel problemen af. En we hebben al een mooi startkapitaal, heb ik zojuist gehoord. 50 miljoen ligt er al. Ja, ik wil toch die tunnel. Hè, dat iedereen die hier een tijdje woont, die weet dat die tunnel elke keer weer, nou ja, boven de grond komt, zal ik maar zeggen. U bent onze vertegenwoordigers. U kunt misschien ook onze adviseurs zijn. Heeft iemand van u suggesties voor ons? Wat zouden wij als burgers in Broek moeten doen, kunnen doen om de kansen op zo'n tunnel te vergroten? Of is dat in uw optiek, in uw aller optiek, zo volstrekt onrealistisch dat we daar beter onmiddellijk mee kunnen stoppen? Ik denk wel eens in mijn stoutste dromen, als we dat slim, wij als Broekers dat slim timen en we houden rekening met de statenverkiezingen en we gaan op het goede moment op een aantal maandagochtenden om 7:00 eventjes een half uurtje met deze borden bijvoorbeeld daar staan, dan zou er zomaar iets kunnen gebeuren. Wat zouden wij kunnen doen? U bent nou niet de beroepspolitici, maar het is wel uw vak. Wat zouden wij kunnen doen om de kans op die tunnel te vergroten? Dan ga ik gewoon even van links naar rechts. Ik begin met GroenLinks. Dus dan zal je het probleem helder moeten maken, want alleen dan komt de oplossing. Dus dat betekent inderdaad dat je met z'n allen massaal zult moeten gaan actie voeren en te geloofwaardig het probleem op tafel weten krijgen. Dus dan moet je beschikken over feitenmateriaal dat aantoont dat een tunnel absoluut nodig is. Oké, dank u wel. Partij van de Arbeid. De PvdA in Amsterdam-West had een tijd lang een actie om de snelheidslimiet op de A10 naar beneden te brengen. En die hebben met alle bewoners witte lakens aan hun balkons gehangen. Om aan te tonen dat het echt veel viezer was dan daarvoor. En dan maar hopen dat die lakens inderdaad vies worden. En dat het niet zo is inderdaad dat als er hard gereden is, wordt dat er dan inderdaad minder uitstoot komt. Oh, als er doorgaat. Nou, dat is natuurlijk gewoon een feit als je doorgaat. Maar dat is misschien een idee. Oké. VVD? Ik denk dat meneer Wortel van GroenLinks verstandige woorden zei. Wat ik nog aan toe kan voegen is dat je soms hele belangrijke momenten hebt. Als er bijvoorbeeld nieuwe woningbouw plaatsvindt in Edam-Volendam, in Horen of nabij Purmerend. Dat zijn momenten waarop iedereen weet dat er extra verkeer komt. Dat zijn ook de momenten waarop geld beschikbaar komt. Dat zijn ook de momenten waarop bestuurders weten dat er ook echt iets moet gebeuren. Dus ik denk als Broek en het probleem goed duidelijk kan maken en een het probleem ook nog eens op het juiste moment op tafel gooit, namelijk op een moment dat iedereen weet dat er iets moet gebeuren en er geld voorhanden is, dan denk ik dat het nog steeds kansrijk is. Het werd al even uit de zaal gezegd van ja, uiteindelijk komt die tunnel er ook. En ik denk dat dat ook zo is. Het is niet een tijd van, of niet een vraag van komt die tunnel er, maar wanneer komt die tunnel er. Dat is mijn overtuiging ook. Dank u wel. SP? Ja, een antwoord die je van de SP zou verwachten. Actie voeren. Ga de straat op. Zorg dat je het voor elkaar krijgt. Maak één front. Ga niet bikkelen onder elkaar van het moet die variant worden, die subvariant. Kom met één verhaal met z'n allen en ga de boer op. En we moeten heel eerlijk zijn. De gemeente heeft, zo'n tunnel kost tientallen miljoenen. De gemeente Waterland kan dat niet betalen. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Het is een provinciale weg. De provincie moet betalen. Wat de gemeente wel kan doen, is samen met jullie de boer opgaan. Niet alleen het zelf doen, maar dat de gemeente daarin mee kan. Als de SP groot is in Waterland, dan zorgen we dat de gemeente met jullie meegaat. Blijven we te klein, dan gaat de SP met jullie de boer op. Dankjewel. CDA, meneer Brenningmeijer. Ja, ik sluit me in zoverre aan dat ik denk dat dit het moment is om wel dit plan echt goed neer te leggen. Er is nu een pot gereserveerd van 50 miljoen. Zo'n tunnel kost 70 miljoen. Nou, dat is geen wisselgeld, dat gat van 20 miljoen. Maar ik ben ook wel optimistisch. Ik kom oorspronkelijk uit Maastricht. Daar hebben we ook heel lang gepraat over een tunnel onder de A2. Er zit hier ook een jonge aanstormende politicus
die misschien een voorbeeld kan nemen aan wat Camille Eurlings voor elkaar heeft gekregen als enige regeringsbesluit destijds. Om die tunnel er doorheen te krijgen in de Kamer, dat was ook gewoon op zijn manier, en dan kun je van houden of niet, daar keihard voor gaan. En ik denk dat dit het moment is dat het niet een probleem is van Broek, maar waar we als gemeente Waterland ons achter moeten gaan zetten. En het CDA zou zeker een voorstander zijn om en blok dan voor die tunnel te gaan pleiten. Oké, dank u wel. Waterland natuurlijk. Ja, ik zat alweer naar de wethouder te kijken en die zegt het is een probleem van Broek. Ik hoop dat het toch een probleem ook voor Waterland is en dat Waterland zich achter dit probleem gaat scharen. Het is natuurlijk zo dat we zitten in de stadsregio. Als je af en toe de informatie van de stadsregio leest, dan zie je dat er 10 miljoen voor een fietspad ergens gelegd wordt. Dan zal GroenLinks zeggen dat is heel goed. Maar dan denk ik van laten we ook eens kijken naar Waterland. We krijgen hier heel weinig eigenlijk uit de stadsregio. Misschien dat de wethouder het daar niet mee eens is, maar in mijn ogen wel. Het zou goed zijn als we ook eens bij de stadsregio onder ogen brengen waar Waterland ligt en wat Waterland dan in die stadsregio ook betekent voor de regio eigenlijk. Want de regio is erbij gebaat uiteindelijk. De actie van de Witte Lakens. Ik zou zeggen, we willen wonen in Waterland. We hebben allemaal bootjes. Laten we van de zomer eens een keer allemaal met de boot onder de brug doorgaan. En de brug staat een half uur open. Ik denk dat dat wel indruk zal maken. Op het goede moment. Ja. D66 tenslotte. Het is wel mooi dat het rondje weer bij 1992 begint. Daar begon ik straks ook al over. Ik was zelf initiatiefnemer van de tunnel. En toen hadden wij de financiering rond. Hè. Dat weet bijna niemand. Maar die kostte toen 110 miljoen. En de provincie zei toen, dat doen we niet, want dan komt elk dorp straks om een tunnel. He, het leek de Krimoorlog wel. In ieder geval, nu zijn we... Die doen we straks. 22, heel goed. Nu zijn we 22 jaar verder en nu zijn we weer op hetzelfde punt. Alles werkt, maar wij zouden vanuit D66 met name denk ik moeten zeggen van... Ga nou eens gebruik maken van kennis uit je dorp, van je samenleving. Dit dorp barst van de mensen... Met ongelooflijk goede netwerken, hoog opgeleid. Die ook nog zitten er een hoop mensen met heel veel geld. Als die nou eens allemaal hun netwerken aan gaan spreken. Samen met de Lakers, dat moet allemaal gebeuren. En met acties en zo, dan moet je eens kijken. En dan is misschien wel, nou is onze nieuwe lid van onze partij niet zo'n ijdeltuit, vind ik dan meneer Eurlings. Maar die heeft het wel voor elkaar gekregen. Dat is wel zo. En... Dan denk ik, als we nou eens allemaal de handen ineens slaan, dat zou ook al eens heel mooi zijn. Dan zou je nog wel eens gek staan te kijken. En ik hoop dat ik het nog meemaak, dat die tunnel er ook inderdaad komt. Dankjewel. Ja, u krijgt het laatste woord, maar ik moet op de tijd letten. Ja, dat is ook zo. Nou, ik zeg niks meer. Even nog de laatste reactie uit de zaal. Ja, ik ben hier heel blij mee, wat we nu horen. Ik ben Golf Buis van de Dorpsraad. En wat ik dus eigenlijk constateer, is dat alle politieke partijen... zich uitspreken voor die tunnel moeten komen. En dat zou ik ook wat sterker in de publiciteit willen, in jullie discussies. Ik zie daar veel te weinig van terug. Dus graag jullie aan je woord houden, politieke partijen. Dankjewel. We ronden dit onderwerp af en we gaan naar thema 2. De middenstand in ons dorp. Er zijn wat grote veranderingen aanstaande. We hebben nog een... redelijk florerende middenstand, zou ik durven zeggen. Je kunt hier nog, je hoeft je postcodegebied niet uit om aan heel veel levensbehoeften te kunnen voldoen. Variërend van een bloemetje tot een Amsterdammetje. Je kunt hier je groenten kopen. We hebben zelfs Ploeger waar je eigenlijk alles kunt kopen. Er is niemand van ons, denk ik, die precies weet wat Ploeger allemaal wel verkoopt, of wel? Heel veel. Veel meer dan wij allemaal hier zouden kunnen opnoemen. Dus dat leeft nog aardig. Er zit één hele concrete verandering aan te komen. Dirk en Jannie van de Spar die gaan ermee stoppen. Ergens in de loop van, ik dacht, dit jaar. Dirk, je bent er. 8 juli? 28 juni. Dat is een mega verandering in ons dorp. En dat bedoel ik niet, nog niet eens grappig, want dat is echt zo. In een aantal van uw programma's komt het onderwerp aan bod. Wat wilt u doen? Wat kunt u doen? Wat hebt u de burgers van Broek te bieden als het gaat om het in stand houden en misschien wel het versterken van de middenstand in ons dorp? En ik begin gewoon eens met de SP. Ja,
Kijk, iedereen zegt altijd, wij gaan de middenstand redden. Dat is wel even moeilijker gezegd dan gedaan. Mensen moeten zelf het geld uitgeven in Broek in Waterland. Als mensen hier wat kopen, dan moet je dat wel bij de winkel bij jou om de hoek willen doen. En niet even makkelijk in de auto stappen naar C1000 in Noord. Wat gewoon heel vaak gebeurt. Dus het begint ook, en het is altijd wel impopulair om te zeggen, maar het begint ook bij jullie zelf. Ten tweede wordt er heel erg gepleit nu dat er heel graag een supermarkt moet komen. Nou ja, u zei het net zelf al, Ploeger verkoopt heel veel zaken. We hebben nog een bloemenwinkel. Als er een supermarkt komt, dan gaat die middenstand het waarschijnlijk niet meer redden. Dat zie je in Monnikendam bijvoorbeeld, dat zie je op Marken bij een Deen. Ik ben van geboorte een Marker. Daar is een Deen, daar kun je alles kopen. En andere middenstand zie je dan niet meer. Nou, de groenteboer die daar geweest is, die is daar nu weg sinds het Deen daar is. Dus het is fantastisch dat er zo'n supermarkt is, maar het heeft wel een keerzijde. Dus bedenk goed, een supermarkt is niet zaligmakend. De andere middenstand verdwijnt daar wel door. Dus wij zijn niet 1, 2, 3 zomer voor een nieuwe supermarkt. Kijk wat er is. Zorg dat je nieuwe initiatiefnemers kan vinden die de spar over willen nemen, wat natuurlijk heel erg moeilijk is. En maak daar afspraken over wat zo'n winkel allemaal gaat verkopen. Laat hem daar niet ook nog eens een keer een bloemenafdeling maken. Er kan in een gebruiksvergunning kan heel veel geregeld worden. Daar moet je heel kritisch naar kijken. En dat is een rol die de gemeente daarin kan en moet vervullen. Ja, mag ik even reageren? Ja, ik wil even aan de Partij van de Arbeid vragen, want ik vond jullie een beetje stilletjes. Maar dat is niet erg, dat mag. Maar willen jullie hier misschien op reageren? Ja, want ik ben het niet eens met de SP dat ondernemers per definitie bang hoeven te zijn voor een supermarkt. Dat is altijd een angst die ze wordt aangepraat. Maar dat klopt niet helemaal. Ik ben het wel helemaal eens dat het ook aan jezelf ligt, koop in je eigen dorp als die er dan is. Aan de andere kant, je kan mensen daar ook niet toe dwingen. Maar de ondernemers die ik spreek, als de winkeliers, ze zijn vaak blij met de supermarkt in de buurt, omdat mensen dan niet het dorp uit hoeven om daar te gaan kopen. Dus die kunnen er ook baat van hebben. En wat je als gemeente kunt doen, is niet heel veel. Inderdaad moet je een ondernemer hebben die het aandurft. En het is natuurlijk hard werken. Maar je kunt in de vestigingsvergunningen en ook in de kosten, als je nog grond te verkopen hebt misschien, kan je natuurlijk wel het een en ander regelen. En dat is de verantwoordelijkheid voor de gemeente. Dus er zijn wel wat instrumenten. D66? Ja, D66 denkt dat wij inderdaad, dat het absoluut belangrijk is, zeker zo'n dorp als Broek, dat er middenstand is, want anders bloedt het dood, denk ik echt. Het gaat echt dood. En ik denk zelf dat de gemeente daar wel een rol in kan hebben. En die rol die de gemeente zou kunnen hebben, ik heb daarnet een artikel gelezen, dat was dat bewoners, winkels en ook vastgoedontwikkelaars en de gemeente een regierol zou kunnen vervullen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je moet kijken van, ja, voor zo'n nieuwe supermarkt, dat er toch wel iets, daar zijn initiatieven, die weet ik, die zijn in Nederland en die zijn met vrijwilligers. Dat is iets wat nieuw is, omdat er heel veel kleine gemeentes dan de deuren moeten sluiten van hun kleine winkels. Nou, ik denk dat het een geweldig iets is om daarnaar te kijken. Van ja, hoe werkt dat? Hoe kan je dan met vrijwilligers hier op touw zetten in Broek? Het faciliteren van de locatie zou dan een onderdeel van de gemeente kunnen zijn. Dat zou kunnen. CDA? Nou ja, de SP die praat over de supermarkt en dan krijg je altijd een beetje het idee van een Albert Heijn van 2000 vierkante meter. Volgens mij ligt er een aanvraag bij de gemeente om op de Hellingweg een buurtsuper te beginnen. Dus eigenlijk het verplaatsen van de spaar naar de Hellingweg. Dus moet je niet denken aan een gigantische supermarkt die er komt. Het is gewoon een buurtsuper voor Broek en Waterland. Wat wij met name ook nog belangrijk vinden, vanuit de zorg wordt nu steeds meer opgelegd dat mensen thuis moeten blijven wonen. En steeds meer zelfstandig moeten blijven wonen. En als er dan voorzieningen zoals een supermarkt er niet zijn, dan wordt dat ook gewoon eens een keertje steeds moeilijker om zelfstandig te blijven wonen. Dus wij denken dat het voor Broek heel belangrijk is dat als de super dus in juni of begin juli gaat sluiten, tot de gemeente dan de medewerking gaat verlenen. Want hetgene wat wij alleen kunnen doen is planlogische medewerking gaan verlenen. Wij kunnen geen initiatief nemen, want dat zal altijd vanuit de markt moeten komen. Maar tot je als gemeente dan prioriteit gaat stellen om planlogische medewerking te gaan verlenen aan het realiseren van die buurtsuper dan op de Hellingweg. Want dan heb je in ieder geval weer gewoon een kleinschalige supermarkt in Broek en Waterland. En ik denk dat dat niet hoeft te bijten met de bloemenwinkel en andere kleinschalige winkels hier in het centrum van Broek. Dus wij zijn wel een grote voorstander van om in ieder geval die buurtsuper daar op de Hellingweg te gaan realiseren. Dankjewel. Even naar GroenLinks.
Ja, GroenLinks vindt het ook heel belangrijk dat er winkels zijn. Ik kom zelf uit Ilpendam en daar is een tijdje geen winkel geweest. En dat was echt een hele trieste bedoeling. En wij in Ilpendam keken altijd een beetje jaloers naar Broek, want er zijn hier zoveel winkels. Er is hier een groentejuwelier en een kleine bijenkorf. Nou ja, het zou heel goed zijn. Ik ga hier dan wel eens heen en denk ik, nou, bijna even groot, maar er is hier echt veel meer te koop. Maar ja, als gemeente heb je ook je beperkingen. Je kunt niet alles regelen. Het ligt aan een ondernemer. Wij hebben in Ilpendam nu weer een winkel van een supergoeie ondernemer die echt alles op alles zet om een succes te maken van een winkel. Zo'n ondernemer gun ik Broek en Waterland ook. En ik ben het met de anderen eens dat je dan zeker planologische medewerking moet verlenen. Dank u wel. VVD? Ja goed, de VVD staat natuurlijk ook bekend als een partij die het goed voor heeft met de middenstand. Ja, we runnen zelf geen winkels. Het is ook even door het CDA gezegd, dat klopt. Er is inderdaad een initiatief, zeg maar nog, er zijn meerdere initiatieven in Broek van mensen of bedrijven die hier iets willen gaan openen. En het is eerder de vraag van, nou, misschien moeten we nog wel eens gaan kiezen tussen de verschillende initiatieven. Want we kunnen niet alles planologisch mogelijk maken. Maar ik denk dat er op nou ja, afzienbare termijn, tussen nu en een half jaar, dat toch echt wel duidelijk gaat worden welk initiatief voor Broek het meest kansrijk is. En ik heb er alle vertrouwen in dat we Broek gewoon weer met een mooie supermarkt of supermarktje kunnen verblijden. Zodat de inwoners en ook de ouderen, het is ook al gezegd, hier gewoon boodschappen kunnen doen. Laten we niet vergeten dat er overigens nog een klein supermarktje is, hè, aan de andere kant van het dorp. Waterland natuurlijk. Ja, dank u wel. Ik zat te popelen al naar het eerste stukje van de SP, want die had het zo in het algemeen over een supermarkt. Maar als je hier lokaal rondloopt en bezig bent en luistert, dan is er al een enorm initiatief en ik ben er echt enorm enthousiast voor. We hebben een winkel op het Zuideinde, het zijn jonge mensen en die hebben het initiatief genomen zelf om dus een soort van supermarkt neer te gaan zetten. En dan denk ik, dat moeten we omarmen. We hoeven niet verder te kijken. Meneer Kool zegt, er zijn nog meer alternatieven. Zodra er iemand is die het op wil pakken, die daar zijn energie en zijn geld in wil gaan stoppen, dan moet ik zeggen, pak het op. Dat gebouw waar ze naartoe willen staat al 3-4 jaar leeg. Er moet wat gebeuren aan de Hellingweg. En laten we dan niet te lang wachten. Want als we gaan afwachten tot anderen er weer komen, dan is het niet een half jaar, meneer Kools. Dat gaat nog veel, veel langer duren voordat er verdere ontwikkelingen komen. Dus ik zou zeggen, laten we niet praten over supermarkten en al dat soort dingen. De lokale ondernemer die hier echt een winkel heeft opgezet de laatste paar jaar, laten we die de kans geven. En dan kan het echt snel gaan. Dan moeten we alleen, zoals gezegd, als gemeente even faciliteren. Want het is natuurlijk een bestemmingsplan wat veranderd moet worden, aangepast moet worden. Maar daar moeten we dan allemaal de schouders onder zetten. Dat snel doen. Geef deze mensen de kans zodat wij Broekers ervan profiteren, maar ook deze mensen die dat willen gaan doen. En ik vind, hun hebben alleen maar alle steun van ons nodig. Dank u wel. Even Dirk. Dirk Posch. Stel nou dat jij 25 was en aan het begin van je middenstandsloopbaan stond. Voelde jij je dan gesteund door wat hier gezegd werd? En waarvan heb jij het gevoel dat zijn de goede elementen die je nodig hebt als je hier wil starten of iets wil uitbouwen? Nou, gesteund. Ja, het is wel goed dat de middenstand weer blijft. Maar bedenk wel dat je sommige mensen praten altijd over een buurman anders boodschappen gaan doen. Nooit over hun eigen. Dus als je zegt, nou jongens, dan moet hij blijven, ga dan zelf ook naar die winkel toe. Ook als hij gaat, als hij er komt, hè. En als ik zou 15 zou wijzen, ja god, ja, dan weet ik niet of ik dan opnieuw zou starten. Zou je eerst een handtekeningenlijst willen van de mensen die beloven dat ze bij jou... Ja, nee, maar de meeste mensen praten altijd over de buren, nooit over zichzelf. Dat is het probleem juist. He, ook achter de tafel mensen. Die zeggen, ja, dan moeten ze komen, maar ik zie ze niet in de winkel. Dus laten we daar even heel voorzichtig mee wezen. Ja. En ik zie zelf ook de omzet van de kleine winkels, niet alleen bij mij, maar als je landelijk gezien bij Spar en bij alle bij Co-op en dingen, maakt dat dat staat vreselijk onder druk. Dus, en als jij zo... Dus laten we niet de rozeloos kleurig uitzien van jongens als deze jongens. Ik hoop dat ze het doen en dat ze het redden. He, maar dan moet iedereen wel bij beseffen, net zoals Markers bij Deen moeten kopen, want als Markers niet bij Deen komen, gaat Deen daar ook weg. He? Ik denk dat moet Markers ook goed begrijpen. Dat zeg ik ook tegen die Markers. En dan moeten ze ook Broekzaans begrijpen dat als die winkel er komt, moeten ze wel kopen. En niet zeggen, nee, mijn buurvrouw of mijn buurman gaat wel. Nee, ik ga heen. En als ik ga, dan gaan mijn buurman ook. Dank zo is wel. Het. Helemaal eens. Wil iemand hier nog op reageren? Ja, ik...
Ik kijk eerst even deze kant. Ik ken het Rijk, want ik is altijd lastig. En dan kijk ik het Rijk maar zo om. Wil iemand uit de zaal nog reageren? Ja, hiervoor. Wacht even, ogenblikje. Misschien wilt u eerst even uw naam zeggen? Ja, mijn naam is Van der Haak. Ik woon op de Draai, op Zuidboek. Ik had alleen een opmerking om in gedachten te houden. Ik ben van oorsprong een verkeersman. Ik vroeger bij de verkeersdienst gewerkt. En ik streef ernaar, jullie moeten er naar streven, om de supermarkt, zo die er mocht komen, waar ik een voorstander van ben uiteraard, om die zo kleinschalig mogelijk te houden. Want als daar een Albert Heijn zou komen, wat ik niet verwacht, dat is ook een stuk verkeersaantrekking. Nou, verkeersproblematiek die hebben we al gehad. Dus het enige is dat ik wil vragen aan met name VVD-wethouder, is er een mogelijkheid om dat tegen te gaan? Ja, we houden ook natuurlijk met dat soort aspecten als verkeer absoluut rekening. Dat heeft helemaal gelijk. Ja, oké. Dan. Dank u wel, SP. Ja, nou, de twee insprekers die verwoorden precies wat mijn eerdere betoog was. Het ligt deels bij jullie zelf, koop binnen broekje spullen. Koop binnen broekje boodschappen. En het tweede punt is, het wordt hier heel romantisch gepraat over een buurtsupertje. Maar de meeste initiatiefnemers die toch op je afkomen, dat zijn de grotere supermarkten. En dan moet je, die kan ook komen, maar dan moet je wel heel erg goed kijken, wat staan wij toe dat die supermarkt hier gaat verkopen? Is dat een concurrentie voor de middenstand? Soms is de concurrentie ook goed. Maar als zij het voor twee derde van de prijs kunnen doen, want zoals meneer Posch het hier jarenlang gedaan heeft, ja, dat gaat een nieuw initiatiefnemer misschien niet op die manier doen. Maar, meneer de voorzitter? Maar, ja. Kunnen we? Ik heb zo nog een bijdrage. Oh ja, kom ik zo daar. Ja. Ik ga even naar D66. Nou ja, ik vraag me af, want ik vond het wel een heel mooi iets wat jij vertelde, Laura. Maar misschien kunnen de dorpsraden leren van elkaar van hoe dat dan bij jullie gegaan is. Waarom kunnen we daar niet naar kijken? Want die loopt inderdaad heel goed, die winkel. Oké. Ik heb hier nog de heer Schokker bij de microfoon van de winkel aan het Zuideinde. Ja, wij zijn de initiatiefnemers voor het nieuwe plan op de Hellingweg. En wij zijn wel benieuwd wat die andere plannen zijn van die andere initiatiefnemers. Dat wil ik wel graag weten. Wij hebben overal geïnformeerd bij alle bedrijven daarom. En niemand weet wat voor plannen er zijn. Spookplannen. Hier wordt een spelletje gespeeld om de prijs op te drijven, denk ik. Nou ja, nee, dat is flauw. Dat was wel mijn. Kan iemand iets zeggen over de wethouder? Ik vind dat heel lastig. Ja? Kijk, op zich is het natuurlijk helemaal niets vertrouwelijk. Tuurlijk. Kijk, op het moment dat een ondernemer naar mij toekomt, dat geldt ook. Ik bedoel, ik zag u zitten, maar ik noem met opzet uw naam niet. Ik kan niet beoordelen in hoeverre u de financiering al rond heeft, in hoeverre uw personeel al op de hoogte is, in hoeverre bij spreken uw vrouw het er zelfs mee eens is. Dus. Ja, ik ga niet voor andere bedrijven praten. Op het moment dat ze een aanvraag doen, dan is het gewoon openbaar. En dan delen we het gewoon, want er is helemaal niets geheims aan. Maar ik vind het niet mijn rol en mijn plaats om de ideeën die bedrijven hebben, om die zo even in de groep te gooien met alle consequenties van dien. Mag ik even reageren? Ja, want, nou, ik wil even aan meneer Schokker vragen. Kom ik zo weer terug. Ik wil even aan meneer Schokker vragen. Aan u eigenlijk dezelfde vraag als net aan Dirk Posch. Wat zou u nou nodig hebben van de mensen achter de tafel? Even los van het feit dat u ook ongetwijfeld vindt dat als die winkel er dan staat, dat wij broekers daar onze boodschappen moeten doen. En in elk geval meer boodschappen moeten doen dan we misschien nu doen. Maar wat zouden de mensen achter de tafel, de politici, voor u kunnen betekenen? De goedkeuring geven van het plan. Oké. Okay. Dat we kunnen starten met het plan goedkeuren, de hele vergunningen, toestand en alles wat ermee te maken heeft, soepel afhandelen, daar zit het zo in. Zo snel mogelijk, dat we het sneller kunnen overnemen van de Sparrenpost. Oké, dank u wel. Waterland natuurlijk, dat was eigenlijk ook. Ik vind het heel fijn dat meneer Schokker dat zegt. En ik zei het ook over een winkeltje op het Zuideinde. Ik denk voor de broekers was bekend waar ik het over had. Kijk, ik denk als sommige politici echt lokaal bezig zijn, en als lokale partij doe je dat natuurlijk, dan hoor je al dat het door het dorp gonst van de geruchten. En meneer de wethouder weet misschien meer dan ik, omdat hij veel meer op het gemeentehuis mensen binnenkrijgt lopen die daar interesse in hebben in dingen. Maar door het dorp gonst het ook al. En zoals meneer Schokker zegt, de plannen zijn er al. Bij u, ik ga niet kijken in uw la waar hoe diep het ligt. Maar die mensen zijn enthousiast, hebben enorm veel de broekers al geïnformeerd over hun planten. Hij heeft het al met zijn vrouw erover gehad. Die jonge mensen die hebben al het hele plan rond eigenlijk. En dan begint u weer met allerlei barrières op te werpen. En dat vind ik zonde. We moeten een positieve houding nemen. Zeggen, deze mensen willen dat. Hup,
dan doen we dat ook. En dan gaan wij dus nog even... U praat nu maar wat en u zegt, ja, omdat we één plan nou, ik praat niks kennen. Eén iemand is daar heel open over en dat prijs ik ook. Maar dat wil niet zeggen dat we ook voor de andere ondernemers kunnen spreken. Ik vind dat we de plannen gewoon naast elkaar moeten beoordelen. Goed moeten kijken, wat is nou het beste voor Broek? En op basis daarvan een besluit moeten nemen. En niet op basis van sympathie, de verkiezingen komen eraan. Hup, we kiezen het eerste plan dat er langskomt. Ik moet zeggen, dat wil ik hier wel zeggen. Dat plan dat is ingediend door de heer Wals, ziet er absoluut heel goed uit. Ik zie het ook als heel kansrijk. Maar dat wil niet zeggen dat ik hier gewoon... Ik zou mezelf er onsterfelijk populair mee kunnen maken. Maar ik ga niet hier ter plekke besluiten dat dat plan dus het winnende plan wordt. Dat vind ik niet zoals je een gemeente hoort te besturen. Dat moet echt zorgvuldiger gebeuren. Nou, dan hoop ik dat u binnenkort... ook in de openbaarheid brengt wat die andere plannen dan zijn. Want als we gaan zitten wachten tot er andere ondernemers komen... die nu geroken hebben dat er mogelijkheden zijn... ja, dan weet je dat ze erop afkomen. Als we gaan zitten wachten, dan hebben we over een jaar nog niks. Er is een reactie in de zaal. Rob de Baat, ik vraag me af of de gemeente ook een tijdspan heeft uitgezet... waarin dit soort dingen beoordeeld wordt... zodat ook de ondernemer weet waar hij aan toe is... En of u kunt mededelen of die tijdspanne er is. Als die er is, ons ook daar duidelijkheid over kunt geven. En als die tijdspanne er niet is, ook aangegeven waarom die er niet is. Ik wil u best een tijdspad meegeven. Ik denk dat al voor de zomer dat we in de gemeenteraad kunnen praten over de verschillende plannen. En een afweging kunnen maken over welk plan het beste is voor Broek en Waterland. GroenLinks. Ja, ik vind het een beetje laat, want ik hoor dat de winkel die er is, die gaat al dicht. En ik zou toch willen dat de mensen zeg maar de gang erin houden. Ze zijn gewend om hun boodschappen te doen bij een winkel die verdwijnt. En je moet eigenlijk zorgen dat op het moment dat die winkel weggaat, dat een nieuwe winkel er is. Dus ik zou nog een beetje meer ambitie en sneller in de raad. En ik neem aan dat de ondernemer daar ook op zit te wachten. Even terug naar Rob de Baat. Ja, u zegt er wordt dan binnen de gemeente over gekeken wat het beste plan zou zijn. Maar dan geeft u nog geen antwoord op welk moment dan ook de beslissing genomen wordt. Nee, wat ik probeerde aan te geven, wat mij betreft voor de zomer. Wil er nog iemand reageren hier? Want anders ga ik... Ja, wel, ik begin nou even bij D66 voor desgewenst laatste opmerkingen over dit onderwerp. Ja, wat ik me nou zit te vragen, maar dat ligt misschien aan mij. Er komt een afweging over wat het dan moet worden. Waar is dat op gebaseerd? Hoe zit dat? Ja, waar is de visie? Ja. Ja, en hoe past dat in de liberale visie van de VVD? Want in de liberale visie van de VVD zou elke ondernemer natuurlijk een plek moeten kunnen krijgen. Oh, en nu hebben we wat leuks bedacht, dacht mevrouw Bromet. Ik moet u teleurstellen, mevrouw Bromet. Kijk, het is zo, en dat weet u natuurlijk ook, dat op het moment dat we een nieuwe bestemming gaan toevoegen, detailhandel... dat de provincie wil weten, want die komt dan vaak ook om de hoek, heb ik liever niet, weet u ook, zo kent u me geloof ik ook wel. Maar dan gaat de provincie kijken, ja, welke plannen zijn er nog meer? Dus het moet toch in afweging met elkaar bekeken worden, want je kunt dus niet, hoe graag ik dat ook wel zou willen, zelfs 3 supermarkten bij spreken tegelijk een vergunning geven. Dat gaat zo niet. Dus we gaan echt kijken, welk plan is het meest kansrijk, wat is het beste plan van Broek en Waterland? En daar gaan we dan de schouders onder zetten. Partij van de Arbeid, wil je nog reageren? Ja, nou, ik heb wel een vraag. Wat is dan, waar moet het beste plan voor Waterland aan voldoen? Welke criteria heeft u in uw hoofd? Nou, vertelt u het eens. Er zijn natuurlijk verschillende criteria. Het gaat over verkeer, het gaat over de functies die erin zitten. Ik bedoel, dat is toch heel breed? Dat kunt u toch ook al bedenken? En ja, heeft u daar een integrale visie van dan? Nou, heeft u een integrale visie? Natuurlijk, ja, mag ik toch wel hopen, zo groot is Waterland. Dat is natuurlijk het mooie, dat je soms wel eens wordt verrast. Soms denk je, oh god, binnenkort gaat de laatste super in Broek dicht. Of, nou, niet de laatste, want dat is niet, want u bent er natuurlijk nog. En het volgende moment krijg je 3 mensen op de koffie die zeggen dat ze een plan hebben. En dan denk ik, ja, kunnen we hier allemaal wel heel stoer gaan doen en zeggen, nou, ik zou het eerste plan dat bij me langskwam, daar zou ik mijn schouders gaan onderzetten. Nou, en ik ben iemand die denkt, ik wil eerst weten wat die plannen zijn. Nou, die plannen zijn nu uitgewerkt. We gaan inderdaad kijken van, ja, hoe bepaal je nu? Want het is ook, natuurlijk hebben we daar geen visie voor. Hoe bepaal je wat het beste is voor Broek en Waterland? Daar moet je even voor gaan zitten. Nee, u bent wethouder, geen visie. Nee, van het leuke partij is natuurlijk dat D66 nou visies maakt en nooit het actie overkomt. En het mooie is dat wij natuurlijk wel woningen hebben gebouwd, wel bedrijfsuitbreidingen hebben toegestaan. En dat is voor u misschien even wennen. Nee, maar dat komt omdat we nu groter worden en dan gaan we dat allemaal uitvoeren. Meneer de natuurlijk. Voorzitter. Ik wil graag even het woord geven aan het CDA nog. Ik maak nog even het rondje af. CDA. Ja, we zitten hier nu een beetje proberen vliegen af te vangen of je een visie op moet stellen voor een supermarkt. Ik denk eerder tot,
dan gaat het over de hele detailhandel in Waterland. Ik denk eerder dat er een plan moet komen vanuit de ondernemer zelf eerst. En iedereen kan toch wel op zijn vingers natellen tot wie in ieder geval geen drie supermarkten gaan realiseren. We gaan in ieder geval een redelijke supermarkt voor Broek en Waterland proberen weer te realiseren. Er liggen een aantal aanvragen liggen er. Ik denk tot het college in ieder geval een aantal criteria, dat zou je dan in enige visie kunnen zeggen, op papier gaat zetten waarom zij een voorkeur hebben voor een bepaalde buurtsuper om die hier te gaan realiseren. En dan is de schone taak aan de gemeenteraad, en daar willen wij ook nog wel eens mis in gaan, om het proberen zo snel mogelijk te besluiten om het plan logisch mogelijk te maken. Want wij willen er ook nog wel eens een keertje 3-4 maanden over doen om een besluit te nemen waar we eigenlijk met z'n allen voor zijn. Dus ik denk dat als het plan voor de vakantie, voor het zomerreces in ieder geval bij de gemeenteraad komt, dan hoop ik toch wel met z'n allen dat wij ook voor de zomervakantie in ieder geval gaan besluiten wie er komt en dat we het plan logisch mogelijk maken. Want anders zitten we ergens in december en dan kunnen ze kerstallen denk ik nog niet neerzetten. Dus het is in ieder geval een oproep aan onszelf van hou er in ieder geval de snelheid in op het moment dat het college het voor gaat leggen aan de gemeenteraad. Want van links naar rechts zijn we het eigenlijk allemaal met elkaar eens. Hij moet er zo snel mogelijk komen. En we moeten daar maatregelen voor treffen. En dan hier nu gaan zitten van er moet een visie opgesteld worden. En wat is een liberale visie? Dat is voor mij op dit moment niet zo belangrijk. Het belangrijkste is tot hij gewoon komt. En tot wij zo snel mogelijk hier een besluit gaan nemen voor de mensen die hier achter die tafel zitten. Dank u wel. Ik ga even naar de zaal. Ja, ik heb hier nog twee bijdragen, meneer Pos. Nou, gewoon net dat de SP zijn, het moet een iets klein zaal, of weet je niet te groot. Maar als je iets nieuws zet, moet het wel groot worden, dan wil je het rendabel maken. Dus van hun is het al 400 vierkante meter. En als dat er komt, dan krijg je toch dat de rest gaat weg. Echt waar, want anders deden hun het ook niet. Ook die kleinschalige winkels moeten, die gaan weg van het dorp. Want anders is die supermarkt niet rendabel te krijgen. Het klinkt hard, maar het is gewoon zo. Ja. Het moet, want het is het een of het ander. Of je houdt hele kleine winkeltjes, of je krijgt een grote supermarkt die alles wegdrukt. Eén van de twee. Nee, maar ik denk dat er wel een tussenweg is. En als ik daar gelijk op mag reageren. Nee, want u bent geen ondernemer. Nee, ik weet dat het ondernemer is. Nee, maar ik weet ook wat de kosten zijn van een supermarkt. Daarom, en dan moet je omzet draaien. Gewoon omzet draaien. Niks anders. Meneer Pos, ja. U bent ondernemer en dat moeten we ook vooral zo houden. Ja. Alleen die kleine. Het is duidelijk wat er bedoeld wordt natuurlijk. Ondernemers moeten ondernemers blijven. Maar de ondernemers die hier anders zijn in Broek moeten er ook kunnen blijven. U heeft mij niet horen zeggen dat het een kleine supermarkt moet worden. Maar je moet goed kijken dat ze niet ook een bloemafdeling beginnen. En dat we daar beter naar kijken. Nee, wacht even. Is de supermarkt niet meer rendabel? Alles moet die supermarkt verkopen. Moet gewoon alles verkopen om één supermarkt te wezen. En dan pas een supermarkt rendabel. Ook brood afbakken en bloemen verkopen. Hij moet alles doen. Hij moet ook maaltijden gaan verkopen. Hij moet alles doen om die mensen binnen te krijgen. Snapt u dat? Ja, ik snap het wel, maar dus als hij dat doet, heb je voor de rest wordt het moeilijk voor de andere middenstanders in het dorp. En dan maakt het niet uit of we nou hun komen op een andere supermarkt, maar als er een supermarkt komt, wordt het voor de rest van de middenstand wordt het moeilijker. Ja, en dat zeg nou, ik dus. Dus of geen supermarkt, dan blijft het kleinste bestaan, punt, of anders niet. Punt is gemaakt. Dankjewel. Maar ik wilde er wel even op reageren, want ondanks wilde ik een compliment geven aan de VVD-wethouder. Ondanks dat ik vandaag de kieswijzer ingevuld heb en ze met 33% maar naar voren kwamen. Helemaal onderaan. Maar je kan inderdaad niet 1, 2, 3 even zeggen, we hebben één goed initiatief binnen. Er zijn misschien andere lokale broekers die ook een initiatief ingediend hebben. En dan moet je wel heel goed tegen elkaar af kunnen wijzen waarom jij wel en die ander niet. En dat is soms vervelend. Dat vinden mensen heel vervelend. Ik zie gelijk een PvdA weer zijn hand opsteken. Dat is altijd leuk. Maar je moet goed afweging maken. En ik heb aangegeven wat ik wil. Dan mag meneer Pos boos op worden. Dat is terecht. Maar meneer Pos reageert op mij omdat ik wat gezegd heb over waar het aan moet voldoen. Ik zie meneer Van Maurik mooi roepen richting de wethouder van waar is de visie? Waar is de visie van D66? Ik heb u nog niet horen zeggen waar die supermarkt aan moet voldoen. Of waar de middenstand aan moet voldoen. Kom met concrete voorbeelden. Dan kunnen de mensen uit de zaal ook boos op mij worden. Boos op u worden. Maar u laat het in het midden van we moeten alleen maar een visie opstellen. Nou, het zit wel iets genuanceerder. Ik denk dat je als gemeente al lang een visie zou moeten hebben. En dat die dan in de politieke discussie een beetje zus, een beetje zo zou gaan, is een tweede. Maar die visie die maak je niet als politieke partij voor de gemeente. Nee, die maak je als gemeenteraad. De mensen moeten toch stemmen? Wat is uw visie? Nee, nou, dat is niet onze visie. Ja, wat wil D66? Laten we daar nou eens mee beginnen. Nou, dat is een heleboel. Dat is een heleboel. Net zoals in uw partij. Maar wij vinden dat je eens moet beginnen met te kijken, wat speelt er nou eigenlijk in je bevolking? Wat willen die nou? Wat zoeken die nou? Wat vragen die nou? Breng dat nou eens in kaart. Ga nou eens kijken. Laten we dat eens even beperken tot Broek. Laten we eens even kijken. Wat heeft dat Broek dan nodig? Nou,
Ik zit weer niet te verder vandaan, geloof ik. Hè? Ja, maar dat is onderzoek, dat is een enquête. Wij hebben afgelopen 4 jaar die analyse gedaan. Ik ben geen broeker. Nee. Ik heb wel heel veel broekerleden. Daar praat ik mee. De vraag is gesteld en het antwoord is gegeven. We gaan even naar de zaal. Voorzitter, ik vind het trouwens wel een beetje verwonderlijk van D66 om hier nu zo... Nee, maar je mag... Ik wil even naar de zaal. Ja. Ik denk misschien onaardig, maar ik vind dat als de zaal zich ermee wil bemoeien, geef ik even voorrang. Even voorrang. Mag. Bedankt. Wat wij, denk ik, als zaal graag willen is daadkracht. Toch? Of niet? En wat mij daar intrigeert en interesseert is, wanneer is die aanvraag binnengekomen? Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Ja? Kunt u als wethouder aangeven wanneer deze firma zijn aanvraag heeft gedaan? Dan zie je ook iets over de termijn waar dingen kunnen gebeuren. Want al veel langer is bekend dat de firma Porsche gaat stoppen. Kunt u daar iets over zeggen wanneer die aanvraag is binnengekomen? Er zijn dus, zoals al gezegd, 3 plannen op dit moment. En ik weet niet precies de exacte data, daar had ik me niet op voorbereid. Ik meen dat er eentje in december is binnengekomen. En ik denk dat er eentje in januari en eentje in februari. Maar ik zeg het uit de losse pols, dus hou me even te goede. Maar ze zijn in ieder geval niet helaas tegelijk binnengekomen. Maar de eerste aftasten, zeg maar, is wel in dezelfde periode ontstaan. En toen heb ik gezegd, nou, het lijkt me verstandig dat jullie nu allemaal gaan werken aan de uitwerking van dat plan, zodat we ze gezamenlijk kunnen afwegen en dat wij als gemeente en uiteindelijk natuurlijk ook de gemeenteraad een goede afweging kunnen maken, nogmaals, over wat het beste is voor Broek en Waterland. En het is ook een luxe die we ons natuurlijk helemaal niet hadden voorgesteld een paar jaar geleden. Dus dan kunnen we zeggen, ja, hadden we maar een visie neergelegd. Maar we hebben hier in Broek en Waterland natuurlijk gesproken over een visie. Het was een fantastisch initiatief. En ik denk niemand in dat hele traject had ooit gedacht dat we ervoor kwamen te staan, dat er nu in één keer 3 ideeën tot stand kwamen. Het is een luxe, ongekend. En ik ben ervan overtuigd dat er uiteindelijk 1 de eindstreep gaat halen. En dat zal een plan zijn wat heel goed voor Broek is. Dus volgens mij zijn we het gewoon over eens dat er iets moet gebeuren. En het is een kwestie van maanden volgens mij, voor de zomer, dat er een knoop wordt doorgehakt. En dan weet Broek gewoon wat er gaat gebeuren. Nog een reactie uit de zaal. Ja, eind november hebben wij ons plan ingediend bij de gemeente. Toen zei de gemeente dat er in eerste instantie dat wij de enige waren die een plan ingediend hadden. Want het moest voor de bepaalde tijd, hadden ze gezegd. En dat was eind november, begin december. Dus ik weet niet waarom die plannen dan in januari, februari nog binnengekomen zijn. Een beetje vreemd, maar... Ik denk dat... Ik kijk even zo'n beetje rond dat ik dit onderwerp ga afsluiten. Bent u dat met mij eens? Of zegt u van nou, maak dit maar even af. Even knikken betekent afsluiten. En schudden betekent even doorgaan. Nee, zie ik wat? Ik zie niet zoveel reactie, mensen. Ik ga toch maar even... Er is nog reactie in de zaal. Oké. Ik had een afsluitende vraag, wat mij betreft. Dat is mooi. Ja, ik weet niet precies wat... onder die visie zal verstaan worden. Maar ik weet dat in Broek veel oudere mensen wonen, boven de 70 en boven de 60. En er is in de heer Post heeft al jarenlang een postagentschap. Als dat winkeltje daar weggaat, dan heeft heel Broek geen postagentschap meer. Dan moet iemand die dus geen auto heeft, oudere mensen met name, naar Monnikendam of nog verder, naar Volendam misschien. Het is handig om dat in gedachten te houden, dat gelijktijdig het postagentschap ter sprake komt. Absoluut, dat soort dingen staan zeker op ons verlanglijstje. Wie vindt dat hij nog iets toe te voegen heeft op dit onderwerp? Dan is dat de laatste. Dan zijn dat kleine laatste toevoeging, eigenlijk een beetje teleurstelling richting de D66. Die valt nu de wethouder aan over geen visie. Ze hebben zelf 4 jaar hebben ze in een coalitie en in een college gezeten. En ze hebben alle kansen gekregen om een visie op te stellen. En het is alleen helaas niet gebeurd. Dus ik begrijp eerlijk gezegd de aanval niet erg op de wethouder. Want ze hebben 4 jaar lang de tijd gehad en ze hebben er zelf helemaal niets aan gedaan wat dat betreft. Dus dat vind ik toch wel een beetje teleurstellend. Oké, dank u wel. En nu zeggen ze ook, en er komt nu ook niet van andere partijen, hoe zij dat dan voor zich zien. Hoe het eruit moet zien, wat er moet komen. Kijk, je mag het oneens zijn met mij, maar de SP legt iets op tafel neer. En daar kun je het mee oneens zijn en dat is uw goed recht. Maar van andere partijen heb ik nou nog niet gehoord van wat hun idee over die supermarkt is of over een buurtsuper. Okay. Nou, kijk, ja, Waterland natuurlijk. Ja, als je dus af en toe eens naar de vergadering van de dorpsraad gaat of hun verslag leest, dan weet u toch wel degelijk, maar dat weet u dus niet, dat die al een hele tijd bezig zijn. En ik zou mijn compliment eigenlijk aan de dorpsraad hier in Broek willen geven.
Want die zijn echt al een paar jaar bezig om te onderzoeken wat de behoefte is, welke behoeftes er zijn. Hebben een enquête gehouden onder de bevolking, waar mensen dus konden reageren wat ze wilden en wat ze in de toekomst zagen. Dus het is niet zo dat de broekers dus daar al niet een mening over hebben. En als je dus de dingen volgt, kon je dus zien wat de visie van de mensen hier was. En ik zou ook willen zeggen, ik hoop dat de dorpsraad van Broek erbij betrokken wordt, ook bij de verdere ontwikkelingen, zodat die een beetje een inbreng hebben bij wat de plannen van meneer Kools dan zijn. Mag ik hier? Waar dan mee op doorgeborduurd kan worden. Dat is, ik wil dat heel graag. Ik werd u even persoonlijk aangevallen, dat voel ik niet zo. Maar dat is dus precies het verhaal. En dat is precies hoe wij dus opereren als D66. Van wat komt er uit de bevolking? Hoe zetten die hun plannen in elkaar? En ik neem van mij aan, ik zit namelijk in het netwerk van de dorpsraad en ik heb ze wel gevolgd. En dat is de wijze, daar heb ik ook getracht aan het begin te zeggen, de wijze waarop D66 opereert. Dat gaat erom van, kijk nou eens even, wat komt er allemaal voor kennis uit die samenleving? En wat betekent dat nou? En die ligt er hier al lang. En dat zegt u, gelukkig. Ja, ik wil hier toch echt op reageren, nee, spijt me. Nee, sorry. Nee, ik wil echt even hier in de zaal iemand de kans geven om iets te zeggen. Het klopt. Kees zegt, ik ben van de PvdA, dat klopt. Alle vertegenwoordigers van alle politieke partijen zitten hier ook aan de tafel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of de politieke partijen en de vertegenwoordigers zoals ze hier zitten hun bereidheid willen uitspreken om de komende periode een structuurvisie op te stellen. Waar dit soort problemen aardig kan tackelen. Dus. Nou, alsjeblieft even heel snel en dat is echt klaar. GroenLinks. Ja, structuurvisie, goed prima, plan. Hebben, ja, maar voor de supermarkt te laat. Dus ik zou zeggen allebei doen. Partij van Arbeid? Eens. Nee, eens. VVD? Zonder geld. Zonder van het geld. Zonder van het geld. SP? Je moet nadenken over wat er moet gebeuren, maar daar moeten we niet opnieuw over nadenken. En de heer Tepoeko zegt dat de SP nu pas nadenkt. Wij hebben juist die 4 jaar gekeken. Ik heb die dorpsraad, ik ben er niet vaak bij aanwezig geweest, want dat lukt gewoon niet. Maar ik heb die verslagen gelezen. Ik denk een idee te hebben, ook omdat ik broekerleden heb, waar ik heel veel hierover mee spreek. En dan kom je nu met een idee. Dan ga je niet nu nog zeggen, we gaan nog eens even kijken wat we precies willen. Dus geen structuurvisie, er is genoeg nagedacht, nu aan de slag. Kom eerst nou eens met je eigen idee als politieke partij. CDA. Nou ja, als je het over supermarkt hebt, dan moet je niet over een structuurvisie praten. Dan praat je over een detailhandelstructuurvisie. En dat is iets heel anders dan een structuurvisie, want dat is op ruimtelijk ordengebied. Ik denk dat het voor Waterland een grootschalige detailhandelstructuurvisie opstellen, ik denk dat dat enigszins overbodig is. Vanwege de kleinschaligheid en vanwege het feit dat je per kern een probleem hebt. En dat moet je per kern op kunnen lossen. Dus een detailhandelstructuurvisie heel Waterland is onnodig. Ik denk dat je per kern moet gaan kijken waar je maatwerk kan leveren en waar je supermarkten kan realiseren die nodig zijn voor de kern. Waterland natuurlijk. Nou ja, wij hechten heel veel waarde aan het onderzoek wat de dorpsraad al gedaan heeft. En dat is voor ons leidend in Broek in Waterland in ieder geval. Of geen nieuwe structuurvisies nog overheen? Nee. D66? Zoals je weet zijn wij de grote voorvechters van de kernradenbudgetten. En die zijn daarvoor. Wij hebben een dorpsraad en die doet ongelooflijk zijn best. Met alle weerstand en tegenstand soms die erbij hoort. Maar laten we wel wezen, er liggen hier op allerlei terreinen ongelooflijk mooie visies. Oké, dank jullie wel. Tot zover het onderwerp. Middenstand in Broek. Ik denk net als bij het onderwerp over de N247 wel genoeg, nou ja, tenminste nuanceverschillen en misschien wel echt inhoudelijke verschillen die het goed mogelijk maken om je keuze te bepalen. Misschien geldt het ook voor het derde onderwerp van vanavond. Laat ik even tussendoor zeggen, het is 9:15. We gaan geen pauze houden, had ik even aan het begin moeten zeggen misschien, omdat we gewoon door willen en dan echt om 10:00 stoppen en dan is er alle tijd om nog tot diep in de nacht het debat aan de bar te voeren. Het derde onderwerp waar we het over willen hebben gaat over bouwen. Ik zei het al aan het begin, altijd een heikel punt hier in het dorp. Inbreien of niet inbreien, nieuwe buurtjes eraan plakken of juist niet. Wat ik zelf uit mijn eigen herinnering, uit een van de avonden als deze van een aantal jaren geleden me herinner, was dat er een fel debat was over niet bouwen in het groen. En toen was er een oude broeker, laat ik het zo maar even zeggen, ik heb hem in de gauwigheid vanavond nog niet gezien, die toen zei, is allemaal wel leuk en aardig mensen dat jullie hier druk maken over het groen. Maar meneer, u die zich daar net zo het allerdrukst maken om het behoud van het groen, waar u woont, speelde ik als kind. Nou, dat vond ik eigenlijk een hele mooie manier om het dilemma waar je dan mee te maken hebt duidelijk te maken. Ik zou aan de vertegenwoordigers van de verschillende partijen willen vragen om even in een aantal volzinnen het standpunt over bouwen
in Waterland, maar natuurlijk met name Bouwen in Broek, te presenteren. En wie is er eigenlijk? Nou, een aantal mensen heb ik al best gehoord. Ik ga naar het CDA. Zouden jullie het spits willen afbijten? Ja, nou ja, duidelijk. Wij zijn in principe wel voor bouwen. En ik denk dat gemeenteraad Breed is hier een voorstander voor te bouwen voor senioren en jongeren in de gemeente. Dat willen we in alle kennen, willen we dat. Waterland natuurlijk heeft het als hoofdpunt in zijn verkiezingsprogramma. We hebben nu een aantal locaties hebben we hier al bebouwd, zoals de Broekeraven, Veen de Rijvaart en bijvoorbeeld het Stokpaardje. We leggen al plannen op tafel waar bouwen mogelijk is, zoals de Van Dinsweg en Roombeinde. We hebben nu de trambaan is voor de helft volgebouwd. En we hebben als enige locatie nu nog eigenlijk in het woningbouwprogramma is aan de Hellingweg. En ja, op dit moment zijn er nog dusdanig veel locaties waar gebouwd kan worden. Dat je kan zeggen van nou ja, uitbreidlocaties ergens in het groen, dat hoeft voorlopig niet meer. Want er is nog in ieder geval voldoende beschikbaar. Dan gaat het vervolgens over het type woning dat je wilt bouwen. Nou ja, senioren, starterswoningen, daar is iedereen voorstander van. Alleen, ja, wij vragen ons af, en dat wordt steeds meer een probleem, denken wij. Op het moment dat de jongeren in een starterswoning zit of in een jongerenwoning zit, en die wil uiteindelijk gaan samenwonen en een gezin wil gaan stichten, dan komt hij nu ook nog in de problemen in deze gemeente. Want hij verdient te veel voor een sociale huurwoning, verdient te weinig voor een dure huurwoning, en hij verdient te weinig om een woning te kopen. Dus ja, vanuit de VVD is het ook al hopperd en wij zijn er ook wel een voorstander van, tot je op een gegeven moment woningen moet gaan bouwen tot 250.000, 275.000 euro. Om in ieder geval de kans, de jongeren die uit de jongerenwoning willen, om een gezin te stichten en ineens gezinswoning te komen, om die in ieder geval de mogelijkheid te bieden. En wij denken tot op den duur, want dat zal op den duur zijn, want we hebben nog een aantal locaties hier liggen, tot daar de Hellingweg eventueel wel een geschikte locatie voor zou kunnen zijn. Omdat je daar de woningbouwvereniging al een grondbezit heeft en het daar redelijk goedkoop zou kunnen doen. Oké, dank u wel. GroenLinks. Ja, er zijn hier in het verleden hele verhitte debatten gevoerd in Broeke-Waterland over allerlei uitbreidingslocaties. GroenLinks is altijd tegen geweest. Wij zijn nog steeds tegen. Ik vind het verheugend om te horen dat CDA in het verleden altijd wel voorstander voor allerlei grootschalige uitbreidingen nu ook een pas op de plaats maakt. Wij vinden het genoeg. Er staan genoeg huizen te koop, zeker duurdere huizen. Wij vinden ook dat er een probleem is bij het middensegment en dat daar, als er gebouwd wordt, bijvoorbeeld op de Hellingweg, dat daar woningen voor gebouwd moeten worden. Dus juist de mensen die niet meer in een sociale huurwoning kunnen, maar nog te weinig geld verdienen om een huis te kopen. Maar tegelijkertijd vinden wij dat dat niet ten koste moet gaan van de goedkope woningen. Want dat is het voorstel wat de VVD nu in de raad op tafel heeft gelegd. Er zijn ook nog een heleboel mensen die niet genoeg, die echt weinig verdienen en die ook recht hebben om in Waterland te wonen. En GroenLinks vindt dat die 30%, zoals dat in het verleden altijd afgesproken is bij nieuwbouwprojecten, dat dat moet blijven. Dus ja, bouw voor het middensegment, maar zeker niet de lagere inkomens vergeten. Partij van Arbeid. Ja, dan ga ik mevrouw Bromet nog blijer maken. Wij zijn ook nou ja, met de CDA eens dat er genoeg locaties zijn. En wij hebben er ook voor de komende jaren voor gekozen om niet meer te bouwen buiten de bebouwde kom, buiten de gemeente. Maar op Marken wilt u dat nog wel, hè? Want dat vind ik al, wij zijn een gemeente Waterland. Ik had hem verwacht. Maar het is nu wel zo dat het een plan is wat al 12 jaar loopt met allerlei afspraken, toezeggingen en alles. En wij vinden het niet bepaald van behoorlijk bestuur om van de een op de andere dag te zeggen, daar halen we maar een streep doorheen. Ik denk dat u dat ook niet zou doen. VVD? Wij willen ook bouwen, duidelijk bouwen voor het middensegment en minimaal 30% sociale woning bouwen. En als dat kan, nog meer als dat te financieren is. Oké, dank u wel. VVD? De afgelopen jaren zijn tientallen extra woningen gebouwd in Broek en Waterland. De Veen de Rijvaart is al genoemd, de trambaan. Is een mooi voorbeeld, denk ik. Volgens mij is het zo dat Broek eigenlijk niet zoveel behoefte heeft aan nog meer woningen op korte termijn. De Van Disweg wordt al ingevuld. Op de Hellingweg zijn nog kansen. Dus ik denk dat op dit moment het gewoon niet nodig is om nog in het groen te bouwen rondom Broek en Waterland. SP? Ja, de SP was tegen de grote nieuwbouwplannen die hier zijn. Ze zijn er toch gekomen. Ik denk dat Broek wel een beetje af is wat dat betreft. In elke kern moet je wel nieuwbouw toestaan. Broek heeft behoefte aan betaalbare woningen. En ondanks de vele projecten die er afgelopen 5 à 10 jaar geweest zijn, is die behoefte er nog steeds. Dus we hebben kennelijk verkeerd gebouwd. De SP dient volgende week donderdag in de gemeenteraad een motie in. Om niet alleen de 30% sociale woningbouw overeind te houden, maar daarboven ook nog 10%, minimaal 10% echt betaalbare woningen te kunnen realiseren. En dat is wat ik denk dat elke kern nodig heeft. Want deze discussie speelt nagenoeg hetzelfde in Marken als in Ilpendam.
Ook Broekers willen in Broek in Waterland kunnen blijven wonen. En daar heb je betaalbare woningen voor nodig. En ook de Van Disweg, ook de trambaan, dat blijken we allemaal weer duurdere woningen te zijn. En als het sociale woningen zijn, dan zijn ze 50 vierkante meter groot. Ga daar ook maar eens met je gezin in wonen. Waterland natuurlijk. Ja, dank u. Toen u dat verhaal vertelde van die meneer, die er misschien niet meer is. Ik hoop dat hij nog leeft in ieder geval. Hij leeft nog hoor, ja ja. Goed, hij leeft nog. Dat is heel goed, positief. Ik denk dat ik een van de oudste Broeker inwoners ben van de tafel hier. En ik zou natuurlijk, ik heb het wel vaker gezegd, refereren aan het liedje van Wim Sonneveld. Dat gaat over mijn dorp. Ik bedoel, ik heb ook op landjes gespeeld waar nu allemaal huizen staan. Ja, in onze visie, en dat nou wordt het niet mijn visie, maar Waterland natuurlijk visie, is Broek afgebouwd, zou je kunnen zeggen. We hebben genoeg gedaan, we hebben ons steentje hier bijgedragen aan het oplossen van het woningprobleem. Wij zijn heel groot voorstander van een iets andere verdeling, 20% sociaal en dan als je kom je uit op 40, ik wil niet gelijk meneer Kers omarmen deze keer, maar... Daar komt het toch een beetje op neer. Dan komen we op 40%. Dat zou heel gunstig zijn. Kijk, ik vind het fantastisch dat de trambaan nu verder zo blijft zoals het is. De noodweg wordt weggehaald en we hebben hele mooie doorkijkjes. En dat zijn dus alleen maar sociale woningen die daar staan. Met een paar en dan wat duurdere verkochte woningen. Dan komen we op de Hellingweg. Is de enige mogelijkheid om daar nog wat te doen. Dat is een inbreilocatie die voor Waterland natuurlijk en daarvoor Waterland 95 altijd bovenaan heeft gestaan. We hebben daar heel erg voor gevochten. Het is een enorm moeilijk punt, want je kunt wel sociale woningbouw willen doen op de Hellingweg, maar daar zitten een paar ondernemers en ja, dat kost heel veel geld. Er zijn natuurlijk allemaal nieuwe ontwikkelingen nu op de Hellingweg ook weer. En elke keer weer, de AWM die had daar een stuk grond, maar dat is nu Wooncompagnie wordt dat. Dus dat verandert ook weer. Krijgen we weer met een nieuwe ondernemer te maken. Dan hebben we de problemen van al die landelijke partijen. Wij zijn dus de enige lokale partij hier. Die dan in Den Haag zitten. En waar toch uiteindelijk nu het resultaat is dat die wooncorporaties woningen gaan verkopen. De sociale woningen worden verkocht. En ze zeggen we kunnen het haast niet meer echt financieel redden. Dus graag uw inbreng toch nog in Den Haag zover als dat lukt. Maar daar heb ik een zwaar hoofd in. Wij zouden dus zeggen ga nu de Hellingweg ontwikkelen. De bedrijven die daar zitten, dan weet ik, dan krijg ik gelijk weer over me heen. Er zit een bedrijf van klasse 3, maar laten we daar eens eventjes omheen lopen en luisteren. En laten we gewoon de Hellingweg gaan ontwikkelen nu. Wat daar kan aan woningen. Doe die ondernemer daar waar die wil zitten op de Hellingweg. Dan hebben we die ook gelijk geplaatst. De brandweergarage is een probleem voor de tunnel. Hè, want we hebben het over de tunnel gehad in Broek. Maar als je de stukken leest, dan staat er heel duidelijk in dat de brandweergarage een obstakel is voor de uitgang van de tunnel. Dan zetten we de brandweergarage gelijk op de oude plek weer terug als een heel mooi nieuw gebouw. En dan hebben we dus een aantal problemen in één keer opgelost. Dank u wel. D66. Ja, de discussie die lijkt een beetje op een brand in een crematorium. Iedereen roept hetzelfde. En wij roepen dat ook. Ik bedoel, dat is dan dit keer ook aardig. Je weet, D66 is de partij die ongelooflijk voor lobbyt voor het landschap. In elk bouwplan wat er ook maar voordoet, gebeurt dat. Gabrielle Beckhuis, ze zit hier naast me. Ze heeft 4 jaar lang niks anders gedaan dan ongelooflijk aan die ruimtelijke plannen. Ja, dat is wel mooi. Ik wil even op ingrijpen, want maar... het is namelijk niet waar. U heeft bedrijventerreinen aangelegd. Hier bijvoorbeeld, helemaal als je waar. Broekenwaterland uitrijdt, er is een enorm bedrijf gekomen. En dat is toch echt dankzij D66. Een bedrijventerrein in Katwoude is er gekomen. Uitbreiding van het Dollard. Allemaal dankzij D66. Dus ik vind het heel fijn dat u groene voornemens heeft. Maar in het verleden is het niet gebleken. Nou, je kan je wel vergissen dat de zon groter wordt dan dat je denkt. Sorry, wat zei u? Want het was ik. Het is uit de klauwen gegroeid. We hebben ons toch in vergist, dat denk ik ook wel. Want ja. Het is heel eens groot geworden. Dat geef ik ook heel eerlijk toe. We hebben het niet verwacht als D66 dat het zo uit de kluiten zou wassen, dit gebouw. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het me dan achteraf ook wel, dat ik dan daar langs kom, ik kom daar dagelijks langs, dat ik dan wel denk, oh, heeft het wel heel erg goed opgelost. Ik vind het gebouw niet heel erg lelijk. Het is alleen enorm groot. We hebben ons er echt in vergist, geef ik eerlijk toe. Maar de andere kant is ook, daar hebben we het eerder over gehad, bedrijven horen ook in Waterland thuis. En ik denk dat het echt heel belangrijk is, want als ik zie wat het ook een inkomen daarvan binnenkomt, via, we hebben het hier over Evenboer,
dan is het wel een extreem groot bedrag. Want dat heb ik vandaag nagevraagd. Het is echt heel veel. Ja, dat is waar. En dat zijn goede argumenten om te kiezen voor een bedrijf op een plek waar eerst nog redelijk groen was. Maar dan moet u niet zeggen, wij strijden altijd voor het groen. Want dat vind ik dan niet eerlijk. Hij is niet groter geworden. Het gaat even denk ik niet om het bedrijf van Evenboer. Nee. Het gaat er wel om dat D66 de afgelopen 4 jaar bovenste best heeft gedaan om dat te bewaken. Maar ja, we waren met z'n enen hè, in deze raad. Ja, maar u heeft niet eens tegengestemd. Dus dan had ik tegenstem in ieder geval nog willen horen. Want u heeft gewoon voor al die plannen gestemd. Dus waar blijkt dan uit dat D66 zo ontzettend groen is? Uit uw vlag, maar voor de rest niet. Nou ja, waaruit D66 zo groen is, dat wil nog niet zeggen dat in de afweging een bedrijf, net zoals Gabi net zei, een bedrijf best een plek moet kunnen krijgen in Waterland. En soms blijkt het achteraf er anders en groter uit te zien dan we hebben gedacht. Maar dat heb je nog wel eens. En het is overigens niet groter, maar het lijkt wel zo. Maar dat kan. Dat kan. En wij zijn, als er één partij is die in ieder geval durft toe te geven dat ze het mis hebben gehad, dan zijn wij het wel. SP. Ja, met dat laatste ben ik heel blij. Laat het dan ook de 4 jaar daarna nog even doorechoën en niet nog een maandje. Want D66 heeft wel voor al die plannen gestemd. En nu komt u precies met een voorbeeld van Evenboer en ook Lodder dan in Zuiderwoude, waar ook de SP voor gestemd heeft, dat bestaande bedrijven die een kleine uitbreiding willen doen, dat je die juist moet bewaren. Maar dat is niet hetzelfde als voor de dollar stemmen, als voor Van Disweg, als voor al die andere plannen die wel in het groene gebied liggen. En daar zou ik eigenlijk wel van willen weten hoe D66 daarover denkt, over dat soort plannen. De dollar gaat niet door, heb ik begrepen. Hè? Nee, dat is een zegen, maar dat ligt niet aan de politieke Waterland. Nee, maar de andere kant is Zuiderwoude. Ik dacht dat de SP zo voor werkgelegenheid was. Het valt me tegen dat u zo reageert. Nee, maar want u heeft ergens midden in deze periode een ommedraai gemaakt. U was altijd fel tegen industrieterreinen en alles moest maar naar de baansteen verderop. En halverwege deze periode heeft u een draai gemaakt bij Lodder, wat notabene illegaal aangelegd was. Want dat is voor ons het verschil met zo'n bedrijf als Evenboer. Evenboer heeft keurig de weg bewandeld zoals het hoort. Daarvoor in de het is een prachtig mooi bedrijf, het ligt er keurig bij. Het heeft plaatsgemaakt voor woningen. Dat is voor ons de goedkeuring geweest. En bij Lodder is het allemaal illegaal aangelegd geworden. En dat heeft u wel goedgekeurd. Dat klopt. Maar dat zijn bestaande Waterlandse bedrijven die een kleine uitbreiding willen doen, waardoor ze in Waterland kunnen blijven. En de dollar, dat is nog maar de vraag of dat met Waterlandse bedrijven gevuld gaat worden. En daar maakt de SP de afweging. Nee, dat willen we niet. Dan vinden we de aantasting van het groen. Inderdaad, overigens, de Raad van State heeft het gewoon afgeschoten met argumenten die onder andere GroenLinks en SP ook gewoon inderdaad genoemd hebben. Dus dat komt er gelukkig niet. Maar Lodder komt er gelukkig ook niet, want de provincie heeft daarin gegrepen. Want we hebben gelukkig ook nog een provincie die meekijkt naar de kwaliteit van het Waterlandse landschap. En die heeft gezegd, dit besluit wat de Raad van Waterland in meerderheid heeft genomen over een illegale uitbreiding van een klein bedrijf wat wel het groen aantast, dat is een ongewenste verstedelijking. Ja, en daar heeft de provincie een stokje voor. Dat is een eerste prealabele aanvraag, zoals het dan mooi in ambtelijke termen heeft noemd. Daar heeft de provincie negatief op gereageerd. We hebben goddank ook de politiek nog. Ik heb van de week contact gehad met de SP-statenlid. Die gaat eens bij de VVD op visite. Altijd in deze. Goed. Soms moet je je vrienden verzoeken. Om bestaande Waterlandse bedrijven wel te kunnen houden. Want het is allemaal leuk en ik ben het helemaal met u eens over het groene landschap. En daar voor 99% zit er ook geen ruimte in tussen ons. Daar ben ik heel blij mee. Maar juist dit soort, het gaat volgens mij om 80 vierkante meter uitbreiding bij een 60. Nee, dat is het totale terrein, meneer de Boekhorst. Niet alleen de uitbreiding. Misschien moet u die stukken dan ook lezen. Maar met een kleine relatieve uitbreiding, waardoor een Waterlands bedrijf kan bestaan. En daar zijn wij absoluut voor. Voorzitter, zal ik misschien nog een ander geluid laten horen? Iedereen wil hier vanavond de groenste zijn. En ik zal er maar eerlijk voor uitkomen. Als VVD vinden we groen natuurlijk heel belangrijk. Maar zijn we gewoon regelmatig bereid geweest om wel degelijk iets op te offeren. Omdat je kunt een mond vol hebben over werkgelegenheid en over crisis. Maar in een weiland kunnen de meeste mensen niet werken. Je hebt ook kantoren nodig. Je hebt ook gewoon bedrijvigheid nodig. Zoals Lodder is net al gezegd. Andere bedrijven, Evenboer. Wij vinden het belangrijk dat Waterlandse bedrijven gewoon een gezonde groei door kunnen maken. Dat we de bedrijvigheid die we hier hebben dus ook gewoon kunnen houden.
Omdat het is prettig wonen in Waterland, maar mensen moeten ook een baan hebben. En een baan is gewoon veel beter dan een uitkering. Dus zolang wij het hier voor het zeggen hebben, zullen wij wel degelijk openstaan voor initiatieven vanuit bedrijven om uit te breiden of een nieuwe locatie te zoeken. Want zonder bedrijven, zonder werk, red je het gewoon maar niet. Maar ondertussen staat in de Baanstee een heel enorm groot bedrijfsterrein, wat regionaal aangelegd is, staat helemaal leeg. Er is geen ondernemer die daar naartoe gaat. U spreekt over mensen in de bijstand. Nou, je kunt best naar Purmerend rijden als je daar wil werken. De kwaliteit van Waterland en het kapitaal van Waterland is niet die bedrijfsterreinen, die oude industrie. Dat is gewoon de schoonheid van het landschap onder de rook van Amsterdam. En ik zou willen dat dat wat meer doorklinkt in het gevoel van er moet geld verdiend worden. Want mensen komen hier graag naartoe, niet voor Evenboer of niet voor een bedrijf in Katwoude. Maar die komen hier om te fietsen, om te wandelen, om te genieten van de rust. En dat moet wat ons betreft zo blijven. Ja, omdat u elders werkt, wil nog niet zeggen dat iedereen zijn employ maar ergens in Amsterdam, Den Haag of Rotterdam moet zoeken. Er zijn ook gewoon veel mensen en ook veel bedrijven die gewoon hier hun klanten hebben. Of het nou business to business is of aan consumenten. Er zijn gewoon heel veel bedrijven die echt hier hun klanten hebben. Hier hun medewerkers hebben. Ik geef een voorbeeld. Het bedrijf Hakvoort bijvoorbeeld. Die heeft heel veel specialisten in dienst. Dat zijn mensen die al jarenlang bij hen op de werf weten. Precies weten hoe je een boot fantastisch van binnen kunt aftimmeren. En die vind je niet zomaar in Almere. Dus om zomaar heel makkelijk te zeggen. Nou, iedereen gaat maar naar de Baanstee. Of iedereen gaat maar naar Amsterdam. Dat vind ik gewoon te kort door de bocht. Als u zegt, van, vindt u het niet jammer dat de hele Baanstee nu er leeg bij ligt? Dan zeg ik ja. Maar dat is niet het probleem dat wij hier hebben geschapen. Dat is een probleem dat ergens anders is, tot stand is gekomen. Dat denk ik niet. Want de afgelopen 4 jaar zijn er 4 bedrijfterreinen mogelijk gemaakt in Waterland. En die, als dat niet gedaan was, dan hadden die bedrijven gewoon naar de Baanstee gekund. Mevrouw Gras, wilt u reageren? Mevrouw Gras? Volgens mij is dat nog wel een middenweg, toch? Ik bedoel, ik ben mevrouw Gras. Sorry, mevrouw Gras. Ja, kunnen we verder? Okay. Ik wilde even reageren op GroenLinks, want kijk, die grootschalige bedrijventerreinen zoals in de Baanstee, dat is natuurlijk iets wat we absoluut niet moeten willen, maar we moeten natuurlijk wel mogelijk kunnen maken dat we wonen en werken in Waterland. En deze kleinschalige bedrijventerreinen, die, als u bedoelt bijvoorbeeld Evenboer en bijvoorbeeld bij Katwoude, dat kan in onze visie wel mogelijk zijn. Andere mevrouw Gras? Nou, ik wil me even voorstellen, mevrouw Gras. Nou, ik denk dat er ook wel een middenweg mogelijk is. Ik denk dat je ook moet kijken wat voor bedrijven je hebt, hoe en wat. Wat ik daar zie is bijvoorbeeld zo'n Evenboer, die zat op de dijk. En ik vond hem ook heel storend daar waar hij zat. En ik vind dat het wel een meerwaarde heeft dat hij er weg is. En ja, ik vind gewoon dat, want het is ook een heel mooi stukje Waterland daar. En ik vind bijvoorbeeld dan, ja, dat je daar ook naar moet kijken van, ja, voor mij hoeft er niet gebouwd te worden in het groen, absoluut niet. Maar ik denk wel dat je moet kijken naar bedrijven die daar bestaan, dat ze wel de mogelijkheid hebben ook om te overleven. En dat ze dat ook graag in het Waterland willen, want het is hun brood. En ik denk dat je daar naar moet kijken en ook een middenweg moet kiezen. Dank u wel. Zijn er nog opmerkingen uit de zaal over dit onderwerp? Ik heb hier nog... Oh. Uit de zaal, ja. Ja, nee, ja, nou, dan doe ik zo nog even, kom ik zo nog even. Ja, we hebben hier een... Ja? Heer Schokker. Nou, boven de supermarkt hebben we 8 appartementen gepland voor starters en oudere senioren. Dus dat zit ook in het project. En ook nog meerdere bedrijfsunits zijn erbij gepland. Dus niet alleen voor onze middenstand, maar ook voor eventueel andere broekers die daar middenstand willen. Oké, dat is alweer een plusje in je plan. Dank u wel. Partij van de Arbeid, wil je nog reageren? Ik weet niet meer waar we het over hebben. We hebben het over uitbreiden van bedrijven. Ja. Wat voor ons ook heel erg belangrijk is, want wij zijn voor groen, gaat iedereen nu 3 keer zeggen. Je mag soms uitbreiden, maar als het bedrijf gebonden is aan de locatie waar het zit, en dat is natuurlijk niet altijd het geval. Er zijn bedrijven die kunnen inderdaad met groot gemak naar een bedrijventerrein verhuizen, en die hoeven niet per se in Waterland te zitten.
Maar wij als gemeente stellen bestemmingsplannen vast en die zijn niet gebonden aan een persoon. Dus wij leggen een bedrijfterrein aan in Katwoude voor de bedrijven die uitgeplaatst moeten worden van het Galgeriet. Het Galgeriet gaat niet door, maar het bedrijfterrein blijft. Er wordt gezegd, er mogen alleen ondernemers uit Monnikendam op het bedrijfterrein. Maar ja, die zijn er niet, dus krijgen ook andere ondernemers de ruimte. En het gaat erom dat je als gemeente wat verder kijkt dan je eigen gemeentegrenzen. Ik denk dat 90% van de waterlanders buiten waterland werkt en daar helemaal geen bezwaar tegen heeft. Dus ik zou ook niet weten waarom dat voor die bedrijven ook niet zou kunnen gelden. We gaan even naar de zaal. Zeg even uw naam als u wil. Frank de Groot. Ik had even een vraag. U heeft het over bouwen, woning, bedrijven. Maar wat ik u ook helemaal niet hoor zeggen is eigenlijk dat het de infrastructuur die je daaromheen nodig hebt, ontsluiten. Kijk bijvoorbeeld naar Broek-Zuid. Hè. Een trambaan bijvoorbeeld, het project. De toename van verkeer, de overlast rondom parkeren bijvoorbeeld. Daar hoor ik u helemaal niet over. Dus we hebben het wel over wellicht verbouwen of indikken van bouw. Maar infrastructuur, tot nu toe merken wij daar weinig van. Lijkt ook weinig geld voor beschikbaar. En ook bedrijventerreinen bijvoorbeeld vergroten. Maar wel toelaten dat heel veel groot verkeer door woonwijken gaat. Dat is het grootste probleem dat ontstaat. Dus ik ben helemaal niet tegen bouw of tegen bedrijven toename, maar doe dan ook wat aan de ontsluiting van wijken waar dan ongelooflijk veel verkeer doorheen gaat. Vindt iemand dat onzin? Nee? Nee, ik vind het zeker geen onzin. Oké, dan zou ik zeggen, dan gaan we dat ook niet ter discussie stellen verder. Nou, ik wil het wel ter discussie stellen, want er zijn ook fracties hier aan tafel die absoluut geen geld hebben voor onderhoud, voor wegen en wegenbouw. En dat stoort mij wel eens. Oké. We gaan even vrij worstelen. Mag ik daar toch nog even op? Ik zit even. Oh, ja. Ik wilde vrij worstelen. Nou, goed. Kijk, ja. Ik ben in één ding heel slecht en dat is mijn mond houden. En soms is dat heel verstandig om je mond te houden, maar laat ook maar weten waar we staan. En dit is, het is niet onwaar, maar het is wel de halve waarheid. Wat is de halve waarheid? Wat mevrouw Gras net zegt, dat we bezuinigen op wegenonderhoud. SP heeft tegen de verhoging van het budget van wegenonderhoud gestemd. En dat hebben we gedaan om bestaande voorzieningen als bibliotheek, die is er weliswaar nog steeds, maar wel in een uitgekledere vorm, om dat soort zaken, sociale voorzieningen, belangrijke voorzieningen in Waterland, om daar het geld naartoe te laten gaan. En ja, dan hebben wij op dat moment, samen met de andere twee oppositiepartijen, CDA en GroenLinks, hebben wij niet gekozen voor een verhoging van 100.000 euro voor het wegenonderhoud. Ja, en als er dan even een makkelijke verkiezingsleus tussendoor gegooid wordt van wij willen bezuinigen op het wegenonderhoud, ja, dan is dat geen leugen natuurlijk, maar dan is het ook niet helemaal waar. Oké, dank u wel. Ja. Als we dan toch spreken over wegenonderhoud. Mijn naam is Jaap Vermeijden, Broek-Zuid Autoluw. Ja, we moesten er eventjes toch een punt van maken. Ik bedoel, we hebben het over N247 gehad. Groot probleem met verkeer. Als je de laatste 4 jaar kijkt, verkeer in Waterland. Hè, in elk krantje dat je leest, is het een issue. Ook Broek-Zuid, daar hebben we last van. Onze vraag is, we hebben een wensenlijstje, maar laten we het bij 2 houden. Wat willen jullie doen als het gaat om handhaving van te snel verkeer, te zwaar verkeer, te veel verkeer? En de tweede, hebben een belangrijke wens, veiliger maken van de kruising, Zuideinde, Eilandweg. Laat ik maar meteen. Van wie wilt u dat het liefste weten? Ik hoorde net dat er 3 partijen zijn dus SP, GroenLinks en CDA, die wel een warm hart toedragen aan wegenonderhoud. Dus laat ik eens. Heb ik dat niet goed gehoord? Oh. Ze hebben in ieder geval goed gestemd voor de zwaar verkeermotie. Dus daar zijn we heel content mee. Laat ik beginnen met het CDA dan. Ja. Nou, dankjewel. Het CDA heeft juist een van zijn prioriteiten voor de komende verkiezingen om de handhaving van de verkeersveiligheid enorm meer aandacht te geven. En dat is geen makkelijk issue, omdat we vaak ook te maken hebben met stukken weg die weer... je moet samenwerken met de politie bijvoorbeeld en de politie heeft een regionale functie. En als gemeente heb je dat natuurlijk niet allemaal zelf in te vullen. Maar wij zijn er een groot voorstander van om die handhaving... daar waar het ook echt nodig is, en dat is met name in de woonkernen waar geen stoepen zijn en waar het heel snel gevaarlijk wordt op het moment dat daar verkeer harder gaat rijden. Dus wij willen dat absoluut als prioriteit stellen. En ik denk ook dat daar
de afgelopen jaren te makkelijk overheen gestapt. Dus van ja, het is allemaal zo moeilijk te regelen en er is maar beperkte politie inzet. Het heeft geen enkele zin om ergens een bord op te hangen als je het niet handhaaft. Oké, dank u wel. Wie? Ja, ik wil. Partij van Arbeid? Ja, wij gaan de komende periode ook zwaarder inzetten op handhaving. Dat is toch een verwaarloosd iets in Waterland. Alleen er moet wel de handhaving zijn waar iedereen wat aan heeft. En niet handhaving op uren en tijden dat het geen zin heeft. En dan maar mensen gaan bekeuren omdat ze toevallig 20 centimeter over het parkeervak heen staan. Want dat gebeurt natuurlijk ook nog veel te veel. Maar in dit soort beschreven gevallen moet gewoon meer en strenger gehandhaafd worden. VVD? Nou ja, volgens mij begint het ergens anders. En dat is een goede inrichting van de weg. Want de handhaving is in handen van de politie als het gaat om snelheid. Daar kunnen we weliswaar natuurlijk verzoeken neerleggen. Maar ik denk dat een goede indeling, of een goede inrichting van de weg, dat de beste kans is om echt wat te doen aan de overlast. Overigens is het wel zo, ik woon zelf op het noordeinde in Monnikendam, in een huis wat ook niet onderhoud is. Dus ik weet heel goed hoe ellendig dat is. De praktijk leert wel dat de auto's, en het zijn met name vrachtwagens die volgens mij voor het meeste overlast veroorzaken, dat die niet echt heel vaak te hard rijden. Het is vooral de beleving het trillen van die vrachtwagens die tot overlast leiden. En dus vandaar ook het idee van laten we goed kijken naar de indeling van de weg. We hebben een deel al opnieuw ingericht. Volgens mij is dat goed gedaan in overleg ook met de buurt. Die kruising waar het net over gesproken is, die staat ook op ons verlanglijstje. Volgens mij zijn er ook al tekeningen van hoe die eruit moet zien. We hebben even gewacht tot het bouwverkeer, of in ieder geval het zwaarste bouwverkeer bij de Eilandweg voorbij was. Want anders leg je zo'n kruising aan voor heel veel geld. En dan wordt die in een paar maanden weer helemaal aan gort gereden. Dat is ook zonde van het belastinggeld. Maar die kruising komt er. Tuurlijk gaan we in overleg met de politie om te kijken wat we kunnen doen aan handhaving. En het belangrijkste is dus samen kijken op welke punten, en dat kan soms echt met paaltjes of betonnen randjes zijn, hoe kunnen we het hard rijden in ieder geval zoveel mogelijk ontmoedigen. Want dat is volgens mij het beste dat we kunnen doen. SP? Ja, dat was in Broek-Zuid ook het grootste probleem, het harde rijden en het zware verkeer. Nou, daar heeft de SP ook voorgestemd om dat niet allemaal meer mogelijk te maken, dus ook in te perken, wat ook voor omwonenden goed nieuws is geweest. En als je verkeersbordjes neerzet van maximaal zoveel ton, moet je ook handhaven. Nou, daarom heeft de SP een hele mooie motie ingediend in de gemeenteraad om 40.000 euro extra uit te geven aan handhaving. Daar hebben alle vier de coalitiepartijen tegengestemd. Ook partijen die nu zeggen, we willen meer handhaving. Kijk, het is inderdaad niet de bedoeling om iedereen voor elk wisselwasje als je 10 centimeter verkeerd staat te bekeuren. Maar als er elke keer, ondanks dat de borden staan, maximaal zoveel ton en alle vrachtwagens gaan er dan gewoon weer doorheen, heb je handhaving nodig. En dan moet je er ook die 40.000 euro voor uit kunnen trekken, waar wij ook dekking voor gevonden hebben. Dus ik ben wel benieuwd van, in verkiezingstijd is het gelukkig weer een draai en zijn we er allemaal voor. Ik zou die uitspraken wel willen horen, zodat de mensen ook weten, waar kunnen we nou op rekenen na 19 maart? Ja, Waterland natuurlijk. Ja, het klinkt natuurlijk heel mooi dat je 40.000 euro uittrekt. Dat gaat dan naar BOA's toe, begrijp ik. Want u gaat niet de Rijkspolitie ondersteunen. Maar het probleem is dat een BOA niet een vrachtwagen kan dwingen om naar een weegschaal toe te gaan rijden. Om die dan te gaan wegen. En dat is het hele probleem. Ik woon zelf ook in Broek-Zuid. Gelukkig is mijn woning onderheid. Maar ik weet precies wat er gebeurt op het zuideinde. En het probleem is dat als je een vrachtwagenchauffeur aanspreekt, dan beland je in de heg. Dat is mijn eigen persoonlijke ervaring geworden op een gegeven moment. Nou, en dan ga je 112 bellen omdat je voelt dat je benadeeld wordt of aangesproken wordt door die chauffeur op een manier die niet klopt. En nou je dat 112 dan je doorgeschakeld heeft, kan je het wel vergeten. Dus u kunt u voorstellen, BOA's, dit zijn niet de oplossing. Misschien dat we zelf ook toch af en toe de chauffeurs daarop moeten aanspreken. Dat is een heel goed punt. Ik weet precies wat er gaande is in Broek-Zuid. Ik ben toevallig, omdat er weer problemen gaan komen, ben ik een actie begonnen om weer, want we hebben als Waterland 95, dat is dus al een aantal jaar geleden, al een hele handtekeningactie gehad in Broek-Zuid voor die 10 ton op de Pelsenbrug. Dat willen we nu behouden. Ik ben nu weer een actie begonnen om te voorkomen dat het weer uitgebreid wordt, zodat het zwaar verkeer misschien er toch weer gaat komen. En daar hebben de bewoners natuurlijk ook een hoop bij te baten als ze daaraan meewerken. Dus BOA's is niet de oplossing. Misschien elkaar eens aanspreken erop. Dat zou ook een hele goede oplossing zijn. En ja, dan maar hopen dat de mensen zich houden aan de snelheid. D66. Handhaving kan alleen als je
een regel hebt die je kan handhaven. Heel veel kan je niet handhaven. Dit keer moet ik meneer Koos even bijvallen. Want volgens mij is dat de enige weg, is dat je op een zodanige structurering van je weg maakt dat je het onmogelijk maakt om er te komen. En, of een moment in last dat je er noodzakelijk moet komen. Maar je kan er nog zoveel mensen op zetten. De politie kan dat ook helemaal niet aan. Dat is echt onzin. Het is een handhaving. Je kan alleen maar dingen handhaven die je echt kan handhaven vanuit de overheid. En ga alsjeblieft niet beloven dat je andere dingen kan handhaven. Want dat betekent alleen maar dat mensen teleurgesteld in je worden. GroenLinks. Ja, voor wat betreft het zwaar verkeer is het van belang dat de uitspraken van de Raad nu eindelijk een keer geëffectueerd worden. En dat het verbod er ook effectief komt. Dat scheelt een hoop. En wat betreft het sluipverkeer, daar kun je met de politie wel afspraken over maken. Dat er POD-controles zijn, dat helpt. En als het dan weer toeneemt, dan komt er weer de controle. Dat leert de werkelijkheid, dus dat kan wel. Als het gaat om te hard rijden, dan moeten we ook eerlijk zijn. Dat zijn overwegend broekers zelf. Ik heb er een aantal keer gestaan en het zijn gewoon de mensen zelf die te hard rijden. Ze kopen niet in hun winkels, ze rijden te hard. Het is, en in Zuiderwouw. Ik weet niet of we trots op onszelf moeten zijn vanavond. En in Zuiderwouw waren ze ook zo eerlijk om dat zelf toe te geven. Ja, ze willen allemaal een villa met uitzicht op zee. Dat wil je er nog even achteraan, of niet? Ja, u hebt een opmerking hiervoor. Ik wou meneer Kals van de VVD nog een ondersteuning geven met betreft zijn standpunt de handhaven. Ik heb 40 jaar bij de verkeersdienst gezeten in een grote gemeente. En dat is de enige mogelijkheid om de mensen te dwingen om zacht te rijden of gesloten gevaring of tonnage te handhaven. De weg moet gewoon aangepast worden. Je moet er geen diender neerzetten, want dat helpt niet. Dank u wel. Oké, dank u wel. Ik wou dit onderwerp afsluiten. En eigenlijk u de gelegenheid geven nog niet, want er is toch nog één opmerking. Ja, nee. U gaat meteen door. Nee, ik dacht dat u nog bij dit onderwerp wilde blijven. Nou, gaat u gang. Een ander onderwerp. We hebben meneer Klaver die uit Ilpendam nog een punt had en toen de vergadering gesloten werd. Dus okay. Hij wil heel graag, hij is speciaal hier gekomen uit Ilpendam om nog wat te noemen. En ik hoop dat het dit keer niet om 9:45 wordt afgesloten, want dan ben ik We stoppen op tijd, maar u krijgt de kans om uw punt te maken of een vraag te stellen. Ik ben André Klaver, ik kom uit Ilpendam en dat is aan de andere kant van het fietspad wat er al ligt tussen Ilpendam en Overleek. En daar ligt ook de eerste bijdrage. Ik heb goed nieuws voor degene die een tunnel willen hebben hier. Ik heb hier de eerste €400.000 bij elkaar. En waar het om gaat is, vind ik een slecht plan en dat vinden velen met mij, om een soort tweede fietspad aan te leggen. Tussen Broek en Overleek. En dat is een beoogd fietspad. Dwars door een natuurgebied. Dwars door een weidevogel kerngebied. En dat is pas sinds kort bekend. Het is ook een gruto kerngebied. De Raad die heeft daar een aantal restricties aan verbonden. En ik zal ze niet allemaal noemen om het kort te houden. Het zijn er drie belangrijke. Dat is dat 80% gefinancierd wordt door de overheid. Dus de provincie Noord-Holland en de stadsregio, dat de eigenaren van de grond mee moeten werken. En dat het minst bezwarende tracé, om de natuur het minst te belasten, dat gekozen wordt. Nou, het is zo langzamerhand heel erg bekend dat die 80% die gaat het niet worden. De stadsregio doet niet mee en de provincie Noord-Holland, nou, die loopt wel erg te twijfelen, maar dat is nog maar maximaal 50%. Alle andere subsidiebronnen zijn door de wethouder al uitgezocht en daar komt ook niets van. De landeigenaren willen niet meewerken. Achterband van het CDA, onder andere de veehouders, die hebben daar ook een streep doorgezet. Dus dat is ook niet mogelijk. Daarmee is het minst bezwarende tracé voor dat fietspad is ook van de baan. En het is met name, ik hoorde net een opmerking over de groene gebieden. En ik zie hier een paar partijen met allemaal groen in de vlag. En dat zijn allemaal voorstanders juist van dat totaal onnodige fietspad. En ook met name GroenLinks denk ik dan eventjes aan. En ik zou dan een GroenLinks adagium willen zeggen van wanneer gaat hier de stekker uit?
Maar als ik u goed begrijp, dan zegt u, er is een plan, daar is een aantal voorwaarden aangesteld. Aan die voorwaarden wordt niet voldaan. Dan lijkt mij de conclusie logisch dat dat plan niet doorgaat. Maar dat is dus een misvatting. Dat is, want er zijn hier mensen die dat toch door willen laten gaan. Tot dit moment is dat een misvatting bij de meerderheid van de raad. Nou, wie GroenLinks pakt u met name aan? Ja. Ja, ik wil er heel graag wat over zeggen. Want de heer Klaver is dan een soort tocht bezig door Waterland om iedereen van deze vragen te stellen. Hij gaat alle boeren in Overleek langs en hij gaat dan zeggen, ja, dat fietspad komt misschien wel over je land en wil je dat? En dan gaat vervolgens die boer een brief schrijven aan wethouder Kools en aan de raad. Ik ga niet uitgebreid in op wat hij allemaal zegt, want het zijn onwaarheden. Wij hebben als raad afgesproken dat we 50% financieren van het fietspad. Dus niet 80%. Heeft u even emotie gemist waarschijnlijk? De provincie heeft het helemaal nog niet afgewezen. De andere 50% van het fietspad wordt wel betaald door de provincie hoogstwaarschijnlijk. De heer Klaver heeft het altijd over weidevogels. Nou, als er één partij is die het belangrijk vindt dat weidevogels niet verstoord worden in het broedseizoen, dan is het GroenLinks wel. En daarom hebben wij altijd gezegd, het fietspad moet in het broedseizoen worden afgesloten. En dan het mooiste van het verhaal. Dit fietspad, dat ligt er eigenlijk al voor het allergrootste gedeelte. Als je hier Broek en Waterland uitrijdt, niet aan de kant waar dat andere fietspad, wat via Monnikendam loopt, gaat. Maar het fietspad door de Noordmeer. Of de weg naar de Noordmeer. Dan kan je zien dat Overleek eigenlijk heel dichtbij ligt. Dat is 900 meter verder ligt de weg van Overleek. En als je dat fietspad aanlegt, afgesloten in het broedseizoen, een schelpenpaadje gaat het om. Als je daar kan fietsen, dan geeft dat een enorme aanvullende kwaliteit voor de recreanten in Waterland en ook voor de inwoners. En ik vind het belangrijk, want ik word er een heleboel mensen ook benaderd die zeggen van ja, waarom wil GroenLinks dat? Nou, GroenLinks vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor de natuur. En dat betekent dat je er ook in moet kunnen. En dat betekent dat je er niet in moet kunnen met motorboten. Dus elk voorstel wat motorboten in het varkensland verbiedt, dat zullen wij ondersteunen. Maar dat komt niet. Dat betekent dat je geen bedrijfterreinen aan de rand van de natuur moet aanleggen. Maar die komen er wel, want daar is de meerderheid van deze raad wel voor. En ik denk altijd aan Terschelling. Op Terschelling mag je overal fietsen, je mag overal wandelen. En Staatsbosbeheerder, de beheerder, die heeft ook gezegd, je mag ook van de paden af. Want wij willen dat je kunt genieten van de wadden. En dat is ook wat GroenLinks voorstaat. En de leugens die verspreid worden over het fietspad, daar word ik eigenlijk heel verdrietig van. Want ik wil heel graag debatteren over verschillen van meningen. En iedereen heeft het recht om een eigen standpunt te hebben. Maar dan moet het wel gebaseerd zijn op waarheden. En er zijn boeren die mij aangesproken hebben en die gezegd hebben, nou, dat fietspad mag best over mijn land komen. En wij krijgen binnenkort ook deze week nog een verslag van de wethouder over zijn zoektocht naar het ideale tracé. En ik hoop dat daaruit zal blijken dat er inderdaad grondeigenaren zijn die meewerken. En als het niet zo is, dan komt het er niet, het fietspad. Waterland natuurlijk. Ja, dank u wel. Het zal algemeen bekend zijn dat wij dus de enige fractie zijn in deze raad die hardgrondig en mordicus tegen dit fietspad zijn. Dit fietspad kost in aanleg €238.000. Dan hebben we het over 1 kilometer fietspad. Als je daar, wat mevrouw Laura Bromet terecht opnoemt, 50% van gesubsidieerd wil hebben, dan blijft daar nog steeds €119.000... voor 1 kilometer fietspad door een natuurstiltegebied waar al een wandelpad ligt. En wij vinden dat dus gewoon zonde geld. Het is weggegooid geld, het is doodzonde. Het is al de helft van de tijd afgesloten in verband met het broedseizoen. Een schelpenpaadje of niet. Wij vinden het gewoon onnodig. En juist het schelpenpaadje wat dan €238.000 in aanleg moet kosten, dat vinden wij een belachelijk verhaal. Er is een motie aangenomen door de Raad van Waterland, waarin klip en klaar staat, waar ook aan gerefereerd werd door meneer Klaver, dat 80% subsidie zou de raad willen om dit. Dat is dus niet waar. Dat is dus gewoon wel waar. Want ik kan die motie, ik heb hem niet bij me, maar nee. We hebben het over 50% 3 maanden geleden aangenomen. Nee. U blaast er staat in. Nee, ik blaas helemaal niet wat, want ik heb die motie thuis ook.
En daar staat in dat 80% van dit fietspad gesubsidieerd zou worden. Dan zou ik toch wel weten wat ik erin gezet heb. Nou, daarom heb ik er ook tegen gestemd. En ik zijn heb hem thuis ook. Hoor. Zijn er andere partijen die hier een uitgesproken standpunt op hebben? Nou ja, voorzitter. Ja? Waar ben ik? Ja, ja CDA. Wij hebben 7 jaar geleden hebben wij samen met GroenLinks hebben we toen dat plan ingediend om te onderzoeken voor de mogelijkheid van dat fietspad. Nou ja, we zijn nu 7 jaar verder. Er is in principe nog niks gerealiseerd. Er zijn een aantal onderzoeken gedaan. Of het nu 50% of 80% financiering is vanuit de overheid, dat voor subsidie, dat laat ik even los. Wij beginnen denk ik wel te vrezen totdat, of het nu 50 of 80 is, totdat het allebei lastig wordt. En wij hebben dus wel met grondeigenaren gesproken en over het meest ideale tracé, dat dus het minst belastend is, wat we dus eigenlijk willen. Daar zijn in ieder geval een aantal grondeigenaren die dus niet mee willen werken. En dat vinden wij, begint toch wel een groot probleem te worden. En maar als ik u goed hoor, zegt u meer. Zou je dan niet eerst de informatie van de wethouder afwachten? Want de wethouder is aan het spreken met grondeigenaren en u gaat zomaar een slag in de lucht doen van. Ik ga even naar de Partij van de Arbeid. Er wordt hier gesproken over wel, waar, niet, waar, leugens, het woord wordt gebruikt. Wat het in de motie niet meer is gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het fietspad. En laten we dat nou eventjes afwachten voordat we nu allerlei stellingen gaan innemen en het over leugens hebben, onwaarheden. Grondeigenaren wel of niet meewerken. Laten we eerst eens even wachten op het hele plaatje. SP? Er liggen al 2 brieven dat SP. Grondeigenaren zijn die niet mee willen werken. Ik ga even naar de SP. Nou ja, dat laatste wat mevrouw Gras zegt. Kijk, ook ik heb als raadslid voor de SP voor het onderzoek naar dit fietspad gestemd. Want het is een extra verbinding en dat kan een welkome aanvulling zijn ook op de recreatie waar wij in Waterland het ook voor moeten hebben. Alleen als iets tonnen gaat kosten of grondeigenaren werken niet mee, ja, dan wordt het min of meer onmogelijk. En dat zegt mevrouw Bromet zelf ook. Als geen enkele boer medewerking wil verlenen aan dat fietspad over zijn land, komt het fietspad er niet. Dus meneer Van Berkem heeft gelijk. Laten we eerst allemaal die feiten allemaal op tafel krijgen. Want ik weet niet hoe elke boer in de Noordmeer erover denkt. En ik weet niet of de provincie al die subsidieaanvraag akkoord heeft verleend. En ik hoor ruis tussen wat meneer Klaver zegt en wat mevrouw Bromet zegt. Nou, laten we dan maar in de raadsvergadering, waar liegen een doodzonde is, de waarheid boven tafel krijgen en daar een keuze op maken. Meneer Klaver, voor het laatste woord op dit onderwerp. Houdt u het kort alstublieft. Ja, ik word uiteraard niet graag bedicht van onwaarheden, want het is gewoon niet zo. Er is een motie, tenzij er iets weer gebeurd is in de vakantie, terwijl iedereen weg was. Nee hoor, dat is niet het ligt hier. We hebben hem bij ons. De motie 50%. In het bureau, ik zal even kijken. Meneer Klaver. Dat kan zijn. Er is een onderzoek van bureau Touw. En bureau Touw die heeft in opdracht van de raad 3 tracés moeten onderzoeken. En de raad is ook, die gaat akkoord met het minst bezwarende tracé. Dat is een van de voorwaarden. Dat minst bezwarende tracé, dat is over het wandelpad. Heel veel wandelaars willen dat gewoon niet. Dat is over het wandelpad gepland. Dat betekent dat het minst bezwarende tracé, dat is al niet meer aan de orde. Omdat de grondeigenaar, ik heb echt niet alle boeren langs lopen leuren. Het is sterker nog, die ene boer waar wandelpad over gaat, die is naar mij toegekomen. En vervolgens bleven er nog 2 tracés over. Het is een betrekkelijk klein gebied. Dat is een weidevogel en een grutto kerngebied. Een vrij klein gebied. Experts, en ik ben geen expert, die zeggen mij, dat moet je zo min mogelijk verstoren. En er is door middel van het wandelpad is er al een bepaalde mate van verstoring. Als je dat tracé, dat min bezwarende tracé, in ene loslaat. Ja, het zou kunnen dat de raad dat ook in ene goed gaat vinden. Maar dat is niet zo. En dan moet je er ook aan houden. En je gaat dat andere tracé, een optie nemen op dat andere tracé, dan krijg je in ene wel een verstoring. Juist door een weidevogelgebied wat beschermd moet worden. En GroenLinks gebruikt dat te pas en te onpas. Bij de Bennenwerf zijn de weidevogels in ene belangrijk. U moet naar een punt praten. Nou, dank u wel. Dit was mijn punt. En ik wil ook zeker eventjes aangeven, ik verkondig geen onwaarheden. Dank u wel. Ik zie dat er nog wel kwesties zijn. Jos van Doorn, kan je dat echt heel snel? Heel snel. Want ik denk ook vanuit de zaal dat je dan toch daarop moet en kunnen reageren. Ja. Ik vind het toch wel heel erg mooi van GroenLinks. Ik ben het niet altijd met hun eens. Maar in dit geval praat je toch over Waterland, Broek in Waterland. Een ongelooflijk mooi toeristisch gebied, recreatief gebied. Dus op zich zeg ik een fietspad met behoud van de natuurwaarde, het kennis nemen daarvan, denk ik dat het ook weer voor de
Broek en Waterland zelf weer een aanvulling kan zijn. Ja. Aantrekkelijkheid. Mag ik daar nog op reageren? Ik wil even u hier nog de kans geven, ja, hiervoor. Ik wil even een brug slaan naar het vorige onderwerp. En dat was handhaven. Als je in de natuur 4 maanden per jaar niet mag fietsen op een fietspad, omdat dat niet kan in verband met de weidevogels, hoe gaan we dat handhaven? Bij de wandelaars lukt het al niet. Nu komen er dus allemaal snorfietsen, scooters, die kunnen allemaal dat fietspad over. Het kan niet allebei. Dank u wel. Ik ga stoppen. Nee, echt niet. Nee, ik ga echt stoppen. Ik denk dat er zijn ongetwijfeld punten blijven liggen. Degenen die nog punten hebben, die zullen de methode Klaver moeten volgen. En naar het volgende debat moeten gaan om daar hun punt te maken. Die is heel effectief, dat is gebleken. Er zijn nog 2 debatten. U kent ze ongetwijfeld wel. Nog 2 debatten in Monnikendam. 10 en 17 maart. 10 en 17 maart. Dus er zijn nog 2 kansen. Daar gaat het volgens mij niet over iets specifieks. Wat 1 kern betreft, maar gewoon de algemene situatie in onze gemeente. U hebt allemaal getwitterd of geappt naar huis dat u om 10 uur ongeveer thuis bent. Dus dat gaat ook echt gebeuren. Dus ik stop er nu mee. En ik geef het woord. Nou, zouden eerst een rondje doen langs de politici. Dat zou een draaiboek. We zouden nog 1 afsluitend woord. Jullie hebben de regie, heel goed. Dus de laatste vraag aan jullie is. Geef eens in een minuut aan wat u de afgelopen 4 jaar voor Waterland hebt gedaan en waar wij u voor de komende 4 jaar aan mogen houden en wat uw bijdrage voor de komende 4 jaar zijn. Doe dat alstublieft heel snel, 1 voor 1, dus niet per partij, maar graag allemaal. En dan begin ik bij meneer Wortel. Behoud van het open landschap, van het groen. Huisvesting, betaalbare huisvesting voor jongeren en starters. Dat zijn de punten. Daar gaan we ons ook behoud van de leefbaarheid in de kernen. Dat zijn de punten de afgelopen 4 jaar en de komende 4 jaar. Dankjewel. Ik ga even. Ja, jullie zijn er aan het nadenken. Piet van Maurik, je moet kunnen improviseren als politicus. Precies. Halve minuut. Piet, je hebt een halve minuut. De klok loopt al. Ja, maar ik heb helemaal geen halve minuut nodig. Afgelopen jaar hebben wij ons heel erg ingezet voor het kernradenbudget. Het versterken van de kernraden. En de komende 4 jaar gaan wij dat, als het aan ons ligt, verdubbelen, dat budget. En dan wordt het allemaal nog veel mooier binnen de kernen. Yvonne Gras, alstublieft. De afgelopen jaren hebben wij ons sterk gemaakt voor heel veel verschillende dingen. Hier in Broek in Waterland onder andere voor speeltoestellen in de veenderijvaart, bij de veenderijgouw. We hebben een motie ingediend voor behoud van het burgemeester Paalplantsoen als beeldbepalende panden. Die later nog versterkt is door de SP die toen met de motie kwam om deze woningen de monumentenstatus te geven. Wij hebben ons druk gemaakt over de Van Disweg. En wij gaan ons de komende 4 jaar in ieder geval sterk maken. Ook voor jongerenwoningen, ook hier in Broek in Waterland. Voor onderhoud van openbaar groen. Voor onderhoud van de openbare gebouwen. En inderdaad ook voor handhaving. Dank u wel. Henk van Berkem, Partij van de Arbeid. Ja, dit wordt een duo-presentatie. Ja, toch? God, ik word alweer overroeld. De afgelopen 4 jaar zijn wij vooral bezig geweest, althans de PvdA in de coalitie, met zorg, welzijn, onderwijs en sport. Ondanks forse bezuinigingen zijn we er toch in geslaagd om de essentiële voorzieningen in Waterland overeind te houden. En nu ga ik voor de komende 4 jaar... Nee, en we hebben ons voorbereid op zorg de afgelopen jaar. We hebben het groot geluk gehad dat we een wethouder hebben die zich veel al heeft bezighouden met zorg. Dat gaat in groter verband plaatsvinden. Dus de komende 4 jaar is zorg bij ons in zeer goede handen. Dankjewel. Jelle Kaars, CDA. Ja, nou ja, wij hebben de afgelopen 4 jaar, net als met Walter natuurlijk in deze peter over dat burgemeester Paalplantsoen, hebben we ons in ieder geval druk gemaakt. En dat is in ieder geval gehandhaafd en gebleven. We hebben ons in ieder geval druk gemaakt over de voorzieningen in de kernen met de SP en GroenLinks over voor de bibliotheken en dat soort zaken. En wij maken ons druk over het onderhoud, want dat wordt steeds slechter in de gemeente. Nou, daar hebben we de afgelopen 4 jaar hebben we het er elke keer over begonnen. En hetgeen wat wij eigenlijk voorstaan is gewoon, gaan nu eens doen wat je elke keer op papier zet. Want we hebben het namelijk nog niet over een brede school gehad en we hebben het ook niet over een brandweerkazerne gehad.
We hebben hier al 4 miljoen euro. We hebben al jaren in begroting staan om een brede school te gaan bouwen. Nou ja, goed, de havenrijkers die zitten op dit moment nog in noodgebouwen en het wordt veel te klein. Brandweerkazerne hebben we geld voor, is niet gelukt. Dus gaan nu eens komende 4 jaar gewoon eens een keertje bouwen waar je geld voor gereserveerd hebt. We gaan dus nou eens een keertje die brede school realiseren en gaan nou eens een keer een brandweerkazerne realiseren. Meneer de Jong? Dus dat zijn hier gewoon de speerpunten voor onze komende 4 jaar. Meneer de Jong? Of wilt u? Ja, we afspraken dat ik het niet deel zou doen. Nou goed, de afgelopen 4 jaar hebben wij ons als VVD ingezet om Waadlanders de ruimte te geven om te wonen zoals zij dat graag willen. Om te werken zoals ze dat graag willen, om te ondernemen. Ruimte voor parkeren en last but zeker not least ruimte overhouden in hun portemonnee. Om ook nog zelf dingen te doen met het geld wat ze verdienen. Jacob Kes, SP. Succes hebben vele vaders, maar gaan bij de inwoners van het burgemeester Paalplantsoen vragen wie daar voor is opgekomen is om dat een monumentenstatus te hebben. Dan is de SP dat, het was een SP-motie en daar zijn we apen trots op. De SP heeft zich de afgelopen 4 jaar, en dat gaan we blijven doen, voor de behoud van de sociale voorzieningen. De leefbaarheid in de kern wordt mede bepaald door verenigingen, door stichtingen en die moeten daarbij ondersteund worden. Er komt heel veel zorg op ons af, daar moet je geld voor durven investeren. We hebben een algemene reserve die gelukkig vrij fors is. Dat moet eerlijk toegegeven worden aan eerdere colleges. Alleen dat heb je als een soort appeltje voor de dorst is dat. En het water staat ons aan de lippen. We verzuipen bijna. Dat geld moet nu ingezet worden voor jeugdzorg, AWBZ en de participatiewet die naar ons toe komt. Verder zijn we voor de betaalbare woningen wat al eerder over tafel is gekomen. En eerlijk en betrouwbaar. Van de VVD kun je heel veel zeggen, maar die hebben er 4 jaar lang VVD-beleid uitgevoerd. Wat ik andere partijen kwalijk neem, is dat ze de VVD dat mogelijk hebben gemaakt. Dus de andere 3 coalitiepartijen gingen mee in dat VVD-beleid. Daarom zeg ik stem SP, dan kies je echt links. En dan kunnen we, wat we ook mee moeten samenwerken met andere partijen, maar heb je wel een ander uitgangspunt. En doen wat je zegt, daar staat de SP voor. Oké, dank u wel. Ik had gezegd dat ik ieder individueel wilde spreken, maar dat ga ik toch niet doen. Ik ga stoppen nu, want anders wordt het te laat. Er moet nog even netjes, excuses, maar er moet nog even netjes afgesloten worden. Ik weet niet wie, Johan? Oké, alsjeblieft. Oké, Robert, nou ik begin met jou te bedanken. Voor de leiding van dit debat. En Areopagus, voorheen Areopagus, nu de volksvergadering, doet dat altijd met een fles wijn. En tegenwoordig geven we daar een flesje water bij om het wat gemakkelijker weg te kunnen spoelen. Verder, het was een mooi debat of een goed gesprek, afhankelijk van hoe we ernaar gekeken hebben. Een aantal dingen komen hier. Een tunnel komt hier blijkbaar. Er is eerder een motie aangenomen naar mijn gevoel dat die er zou moeten komen. Dat gaan we opnieuw proberen. Er komt binnenkort, wordt er iets gedaan aan de middenstand enzovoort. Ik wil een aantal mensen bedanken en dat zal ik in hoog tempo doen. Ten eerste de politici die hier voor de 3e avond zijn aangetreden. Ze moeten nog 2 avonden. Ik weet niet of er gemeenten zijn waar politici zo hun best doen om te debatteren als de gemeente Waterland. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar het zou de moeite waard zijn om dat te doen. Ik wil het publiek bedanken, u, voor uw inbreng, want er is nogal wat inbreng uit het publiek gekomen. Ik wil omroep Pim bedanken en ik wil nogmaals wijzen op de kieswijzer die ze gemaakt hebben. Via omroep Pim is die te bereiken. Ik hoorde vanmiddag dat als de gemeentes waarin een kieswijzer fungeert, dat die 10% meer opkomst zouden hebben. Als dat klopt, dan heeft Pim ons daar een grote dienst mee bewezen, denk ik. Verder volg de activiteit op de sociale media, want al deze politici die twitteren zich het ongeluk. Dus als u daar nou eens naar kijkt, dan komt er wel wat tevoorschijn. Ik wil danken de Stichting Broekerhuis die deze locatie voor ons heeft vrijgehouden. Ik wil danken onze gastheren Jeppe en Jorrit voor hun ontvangst hier. En voor degenen die hier blijven, u kunt hier nog een tijdje blijven om wat te nuttigen aan de bar. Dat moet u dan wel zelf betalen. Wat deze uitzending betreft, die wordt, kunt u nakijken op de website van Omroep Pim en wordt, dacht ik, ook nog een keer herhaald. Wilt u ook letten bij de bus, die staat daar achter Rob de Baat. Er staat een bus. Als u zegt van nou, ik wil toch wel iets voor de volksvergadering meegeven, dan kan het daarin. De volgende debatten die zijn al aangekondigd op 10 en 17 maart. Ik dank u allen voor uw komst en een prettige avond nog. Nou, ik...
Ben ik in beeld? Welke camera heb ik? Ah, camera 2. Nou, ondertussen iedereen die staat op gaat uiteraard aan de bar. En zo gaat dat. De politici kunnen even ademhalen. En ik ga even de dagvoorzitter benaderen. Als ik die kan vinden. Robert. Robert. Robert, mag ik je nog even de camera halen? Nu even niet als, als Johan. Vraag ik jou even een stapje opzij te doen, want anders staan we niet voor de camera. Ja, dankjewel. Robert, je hebt de boel strak geleid. De onderwerpen zijn goed uitgediept. Ja. Vind je zelf dat alles goed in orde is gekomen? Ja, ik geloof het wel. Het is wel goed om het strak te leiden, maar het is ook wel leuk als mensen natuurlijk met elkaar in debat gaan. Dat had misschien iets meer gemogen. Hè? Dus iets meer gewoon elkaar. Dat gebeurde wel. Hè? Er waren zeker mensen, de een is daar ook beter in dan de ander. Zeker mensen die met elkaar de felde discussie aangingen. Maar ik heb ook het gevoel dat veel van de kwesties wel aan bod zijn gekomen. De container voor het plastic, daar had ik het zelf nog wel even over willen hebben. Maar dat komt wel een keertje. Robert, volgens mij zitten we even te kijken. Zijn we nog steeds daar in beeld? Ja, het gaat goed. Oké, want iedereen loopt er even tussendoor. Maar ja, het is ook nu even rommelig geworden. We moeten even, de discussie moet lekker doorgaan. Hoe vond je het zelf gaan? Het proces, het debat? Vond je het goed? Ik vond het wel goed, ja. Ik vind dat wat je wel ziet is dat de mensen wel, ze kennen elkaar goed. Dus ze weten aardig wat elkaars zwakke punten zijn. Waar ze elkaar kunnen beetpakken. Dat is mooi om te zien. Dat hoort natuurlijk ook bij de politiek. Ik heb het gevoel dat, nou ja, dat de belangrijkste thema's, bouwen, verkeer, daar gaat het toch echt om. Er zijn natuurlijk ook een paar hele grote onderwerpen zoals bijvoorbeeld zorg, welzijn, de decentralisatie van allerlei taken. Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Maar dat zijn misschien ook dingen die meer in het algemene debat thuis horen dan in het debat in de Kernbroek. Want daar moeten we toch eigenlijk vooral over broek hebben. Daar gaan we zeker ook nog op terugkomen in de volgende twee debatten. Toen we het hadden over de weg, de tunnel, woningbouw en kantoren. Toen moest ik even denken aan de A10 Zuid, Amsterdam. Die willen ze ook ondertunnelen met woningbouwen boven. Is dat geen oplossing van Broek? Ik zou absoluut denken dat de grond boven die tunnel goed verkocht kan worden. Ja hoor, zeker. Ja. Dat lijkt me een mooie prijs. Een mooie bijdrage aan de kosten van de tunnel. Ja. En misschien als we flink graven, kunnen een deel van die bedrijven ook onder de grond. En als we diep genoeg graven, komen we misschien de schat van Neeltje Pater nog tegen. Want die schijnt hier nog steeds te liggen. Nou, daar gaan we zeker voor. Dat lijkt me een heel mooi streven. We gaan op zoek naar die schat. Robert, dankjewel voor het dagvoorzitter. En hopelijk zien we jou nog terug in Monnikendam. Dankjewel. Oké. Nou, hartstikke goed. We gaan even kijken wie we nog even de camera gaan halen. We gaan gewoon even een rondje maken. Gabriel. Mag je even de camera halen? Zeker. Ja, je mag reclame maken. Dat is geoorloofd in deze campagnetijd. Die camera staat als het goed is aan, denk ik. Ja, zwaai het even. Gabriel, je bent weer terug. Je hebt je op het dam even moeten laten lopen. Hoe voor het gaan vanavond? Ik vond het een heel leuk debat. Ik denk ook dat de verschillende partijen de mening ook duidelijk hebben gemaakt. Alhoewel je toch wel kon zien dat er consensus was over een aantal zaken. En dan met name over het bouwen in Broek. Dat op zich is dat heel goed, want we hebben natuurlijk een woningbouwprogramma. En daar moeten we de komende jaren mee voort. En als je dan al weet dat er al redelijk wat consensus is over het bouwen, dan maakt dat de keuzes voor het bouwen ook makkelijker. We hebben nog twee debatten te gaan in Monnikendam. Welk onderwerp zal wat jullie betreft aandacht moeten krijgen om jullie standpunt goed ervoor te brengen? Wat moet nog op de agenda komen? Burgerparticipatie is wat ons betreft nog onvoldoende belicht. En wat ik ook wel erg belangrijk vind is de ontwikkelingen binnen Monnikendam en dan met name de grote ondernemers. En Piet van Maurik die zei het al over de visie op detailhandel. Wij vinden eigenlijk wel dat er een soort aanjaagplan moet komen voor de detailhandel. En wij willen dus gaan kijken van hoe je dat zou kunnen doen. Dus het lijkt mij wel goed om het daarover te hebben. Nou, dank voor de input. We gaan het meenemen naar Monnikendam. Dankjewel, fijne avond. Wij gaan even verder rond. Ik kijk gelijk even naar de kijkers. Ik hoop dat het geluid goed is. Dat iedereen thuis goed kan verstaan. Het is nogal rommelig omheen. Ik hoor dat het goed gaat. Ik wil sowieso nog even naar de eigenaren van het Broekerhuis. Maar kan een camera mij ook mobiel volgen? Gaat dat lukken? Oké. Ik loop gewoon even naar de andere camera toe. Excuses, ik loop even. Hopelijk ben ik in beeld. Ik zie hier gelijk wat Broeken staan. Mevrouw en meneer Drijver. Als u zich even in die camera wil kijken.
Hoe vond u het debat vanavond? Nou, laat ik even vertellen dat ik er dus pas om 8:30 bij kwam. Dat ik het eerste onderwerp heb gemist. Dat ging over de N247 en een verbreding. Ja, ja. Bent u daar een voorstander van? Ik ben daar geen voorstander van, nee. Nee. Wel ondertunneling? Ja, maar dat is onbetaalbaar, volgens mij. Nou, er wordt al driftig voor gespaard. Onder andere door het besparen van fietspaden, geloof ik. Ja, ja, ja. Nou, dat is een kleine bijdrage. Dat is dan een kleine bijdrage. En zijn er nog onderwerpen vanavond die nog niet aan de orde zijn geweest, die wel in Broek spelen? Nou, eigenlijk niet, nee. Nee. Ja, dat is heel mooi. Nou ja, de bibliotheek draait ook goed, hè? Ja, bibliotheek, ja. Mevrouw Drijver, u bent actief in de bibliotheek. Hoe loopt dat nu? Niet actief in de bibliotheek. Oh, niet meer? Al 6 jaar niet meer. In mijn beleving heeft u er altijd gestaan. Ja, dat zou best kunnen, maar ik ben al 6 jaar met pensioen. Maar u heeft er ongetwijfeld een mening over. Loopt het goed met de bibliotheek? Ik ben blij dat we een bibliotheek hebben, ook al is het een uitgeklede bibliotheek. En ik vind dat de Bibliotheek Waterland, de openbare bibliotheek, zich ten aanzien van zijn oude klanten in de gemeente Waterland heel slecht heeft gedragen. Oké, en waarvan acte? Dat is gelijk op de camera gezegd. Heeft u nog een mening over het groen en de bebouwing hier? Nou ja, niet meer bouwen in het groen, daar ben ik het wel mee eens. Ik vond het wel frappant met N247 dat bijna niemand van de politieke partijen het over een tunnel had. En toen kwam de tunnel te sprake, toen waren ze plotseling allemaal voor. Dat vond ik wel een merkwaardige gang van zaken, eerlijk gezegd, bij de politiek. Dus misschien is het ook wel een makkelijke oplossing, want het is natuurlijk een lastige, moeilijk betaalbare oplossing. Ja, dan loop je voor de problemen weg. Dat is dus niet een pluspunt voor de politiek. Nou, mevrouw Drijver, dank voor jullie input. Ik ga nog even verder. Ik wil even bij Jeppe. Mag ik jou even bij de camera vragen? Ja, je mag je drankje meenemen. Oh, ik kan ook omlopen. Als je de camera kan draaien, ga ik daar naartoe. Ik kom naar jou toe. Excuses, dames en heren. Ik ga even langs jullie heen. Dank u wel. Ja, ik ga even achter de bar. Ja, ben ik hier nog in beeld? Ja, ik ben hier nog in beeld. Jeppe, als je afgerekend hebt, mag je even bij. Je hebt wisselgeld. Nou, je kan hier wel even een biertje gaan tappen, geloof ik. Gezellig. Wie wil er allemaal een biertje? Nou, dat lijkt me heel lekker. Deze in Hilperdam ook. Het beviel me uitstekend. Jeppe, om te beginnen, dank voor jouw gastvrijheid hier vanavond. Het was een fantastische locatie voor het debat, denk ik. Goede aankleding. Wat vond je er zelf van? Nee, ik vond het leuk zo. Goede opkomst. Een hoop betrokken broekers, zullen we maar zeggen. Ja. Inhoud van het debat, wat vond je daarvan? Wat ik ervan meegekregen heb, vond ik de moeite waard. Mooi. Jij bent namelijk ondernemer. Oh, je gaat even de andere kant staan van me. Ja, de andere moet hem even wachten. Camera gaat toch voor. Ik wil namelijk even aandacht vestigen op het feit dat jij sinds kort hier natuurlijk een actieve ondernemer bent in de horeca. Kun jij even het dagmenu aangeven van vandaag? Wat had jij vandaag in de aanbieding? Of een andere dag? Nou, we waren vandaag als restaurant gesloten. Maar voor de medewerkers van Omroep Pim hebben we een onvervalste snijbonenstampot geserveerd. En ik hoor dat ze het erg lekker vonden. Die werd erg op prijs gesteld. Oh. Nou ja, zo wordt het al. Hè. Komt alle naar het Broekerhuis voor een hele goede maaltijd. Bij deze. Het dagmenu van afgelopen zondag, dat staat daar nog op de bar trouwens. Ja, dat is wel wat klein. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Ah, we zijn daar toch lekker creatief bezig. Het dagmenu van vandaag met als hoofdgerecht zeeduivel. Of tunendoos. Nou, als jullie het lekker vinden, dan kunnen jullie komen. Ik kom zo meteen terug voor mijn biertje. Jeppe, laat me even staan. Vincent. Ja, Vincent. Ik wil jou nog even vragen. Vincent, jij bent... Kom even in beeld. Heb ik jou in beeld? Jij bent, als ik mijn Facebook of Twitter open, kom ik echt alleen maar fietsen tegen. Ja. Jouw bakfiets toert door heel Waterland. Jij moet ondertussen aardig sterke benen hebben. Nou ja, ik begin er volgens mij ook steeds gezonder uit te zien. Want het weer werkt bijzonder. Dat klopt. Werkt bijzonder goed mee in campagnetijd. 4 jaar geleden was het één grote regen- en sneeuwbende. Maar ik heb heel hard geklust aan deze bakfiets. Om hem met elektrische trapondersteuning te maken. Zodat ik... Oh, dat is een beetje gemeen natuurlijk. Nou, anders is het niet haalbaar. Het is een heel zware grote bakfiets. En mijn vrouw is ontwerpster en die heeft heel mooie stickers ontworpen voor erop. En ik ben gisteren naar Marken geweest. Bijna van de dijk afgewaaid, want de wind kwam er van opzij.
En alleen maar positieve reacties van mensen. Het is toch een stukje karaktertoon, hè? Tegen de wind in, met je GroenLinks bakfiets, voor je idealen laten zien van... En waar ga je allemaal nog komen in de kernen? Ik ga proberen heel Waterland natuurlijk te bestrijken. Ik ben tot nu toe in de Purmer geweest, in Overleek geweest, in naar Marken dus geweest, door Monnikendam heen. En ja, als het weer mee blijft zitten, dan ga ik de rest van de gemeente ook doorkruisen. Dus die foto's... En je gaat dan ook het debat aan met de lokale bewoners? Nou, het debat of het gesprek, het hangt er vanaf waar het over gaat. Maar dat is hartstikke leuk inderdaad. Er zijn altijd wel mensen die je tegenkomt onderweg waar je een praatje mee maakt. Op Marken kwam ik langs de imkers die daar bijen houden. En dat was ik nog nooit, die mensen waren er nooit. Toevallig waren ze er nu. Heb ik een heel interessant gesprek gevoerd over hoe daar een heel bijzonder bijenvolk bijgehouden wordt. Nou, wat een mooi GroenLinks onderwerp ook weer is. Dus. Ja, bijzonder interessant onderwerpen. Vincent, dankjewel. We gaan jou nog zien of op je fiets. Of hopelijk in Monnikendam bij de volgende twee debatten. Want dat lijkt me nu op dit moment even een mooi ezelsbruggetje naar 10 maart en 17 maart. Twee komende debatten zijn in het stadhuis in Monnikendam. Daar bent u van harte welkom. Momenteel zijn we nog bezig met de invulling, maar er zullen vooral waterlandbrede onderwerpen ter tafel komen. Of het dan zorg betreft, of de inzet van de OZB, wel of geen verhoging, wel of geen onderhoud. Alle actuele onderwerpen. Kom langs om ze in te brengen en mee te discussiëren. Wij zijn er ook weer. Omroep PIM organiseert dat. Dus het wordt ook weer live uitgezonden. Kom vooral langs. En hartelijk bedankt voor het kijken vanavond. Oh, ik zal nog één keer even de kieswijzer herhalen. Zoals Johan aangaf, het stimuleert ook het stemgedrag. Dat is alleen maar hartstikke goed. Kijk op de site van Omroep PIM voor de kieswijzer. Doe hem en kijk wat eruit komt. Actuele onderwerpen. Het adres staat onder in beeld, dus daar kunt u via internet kunt u erbij komen. Dus allemaal heel veel succes. Succes straks bij Sem uiteraard. Maar eerst nog twee debatten, 10 en 17 maart, in het stadhuis in Monnikendam. Waterlandbrede onderwerpen. Kom alle langs voor een mooi, goed debat. Dankjewel voor het kijken vanavond en tot de volgende keer. Er zijn op dit moment al meer dan 400 mensen die gebruik gemaakt hebben van een kieswijzer. Dus tot nu toe is het een hartstikke goed succes. En de terugkoppeling die je krijgt is dat het gewoon hele relevante goede stellingen zijn met goede informatie van de partijen over hun standpunt. Dus succes bij het invullen en tot ziens bij de debatten. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.